Test. Dames en heren, als we even kunnen gaan zitten. Ja. Het is. Volgens mij zijn er veel mensen die elkaar kennen of een tijd lang niet hebben gezien. Ik vind het een volle bak, zeg. Tjonge, jongen. Ik zou bijna denken dat er een discussie komt over Zwarte Piet, maar gelukkig gaan we dat niet doen voor nou. Welkom, welkom in de Bali. En welkom bij het debat Raising the Game, eigenlijk de talkshow. Voor de duidelijkheid, mijn naam is Andrew Makinga, een Oegandese Nederlander. En dat brengt mij eigenlijk tot wat hier staat. Wie betaalt deze nieuwe ontwikkelingsagenda? Ik kom dan meteen in een dilemma. Want van wie is die agenda? Over welke agenda hebben we het? Hebben we het over die van mijn broeders en zusters in Oeganda? Of hebben we het over onze agenda hier in Nederland? Politiek, maatschappelijk middenveld. Hoe zit dat nou eigenlijk? Dus ik vind het erg fijn dat er zoveel mensen zijn gekomen naar de Bali. En de mensen thuis ook van harte welkom. Doe vooral mee op de hashtag RaisingTheGame15. Kun je op Twitter ook van je laten horen, omdat ik toch wel durf te zeggen dat dit onderwerp speelt. Dat zien we aan de zaal. Dat zien we aan de reacties online. De afgelopen 6 weken is er heel veel gedebatteerd, gediscussieerd. Zijn er stukken ingestuurd. Er zijn volgens mij ook een aantal mensen hier vandaag die daaraan hebben bijgedragen. Dus als het allemaal goed komt, komen die straks ook of even aan tafel of krijgen we die te horen. Daarvoor dank. En ook dank aan de organisatie, Oxfam Novib, vice versa. Misschien toch een klein applausje ook alvast voor alle mensen daarvan. Ja, zijn we ook een beetje warm. Kijk, want het is wel interessant. In de week dat de G7 bij elkaar komt, je Duitsland bij wijze van spreken niet meer in kan, omdat we de wereldleiders moeten beschermen. Zoveel zijn er. Gaan wij het toch hebben over die 3 conferenties. Parijs is in het vergezicht, maar we moeten nog naar New York. En daarvoor, mind you, naar Addis Ababa. Want dat is een beetje de 3-trapsraket. Als we het hebben over die sustainability agenda. En dan is eigenlijk mijn vraag, wie komt er dan überhaupt in Addis? Het zal toch treurig zijn als er straks 3 kippen en 2 ministers van Financiën zitten. Omdat ze het absoluut niet belangrijk vinden om daar te zitten. En dat we dan eigenlijk moeten erkennen dat die hele toestand afgelopen week, deze week, dat dat belangrijker is. Terwijl dat wat in Addis gaat gebeuren ons allen aangaat op aarde. Ik vind dat een hele interessante kwestie. Ook de belachelijke aantallen, de biljoenen die daaraan gekoppeld worden. Ik werd er een beetje depressief van tijdens het lezen en me zeg maar inlezen over deze kwestie. En daarom vind ik het extra leuk dat we vandaag met z'n allen, jullie ook, als je een vraag hebt straks. We hebben ook aan het eind van elk gesprek ruimte voor vragen uit het publiek. Dat we hier met elkaar een paar bomen over kunnen opzetten. Uiteindelijk gaan we natuurlijk niet vanavond de oplossing krijgen. Maar we gaan wel een aantal hele interessante dingen horen. Maar toch om eventjes een beetje een kader te hebben. Esmee. Kun je even gaan staan? Esmee Berkhout, waar is de... Ik doe het zelf wel even. Vertel eens eventjes, hoe zitten jullie hier in Oxfam Novib? Oh, dat is ook wel handig, de mobielofoons en zo. Hè? Ja, als de kinderen, als er iets aan de hand is, zet hem even op tril. Dan, want anders hebben we er de hele tijd last van. Sorry, vertel eens even. Voor Oxfam Novib is de financieringstop in juli een hele belangrijke. We werken inderdaad toe naar die agenda die overeengekomen moet worden in New York. Voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Maar ook een nieuw klimaatakkoord in december. En het moet wel duidelijk zijn welke afspraken er op papier straks staan over hoe die gefinancierd gaan worden. Ja. Dus die financing for development heb je het dan over. En wat betreft jullie, wat moet daar gebeuren? Volgens mij wat daarin vooral belangrijk is dat er een verschuiving komt van macht. Want het gaat niet alleen om meer geld, maar het gaat vooral ook om geld wat die duurzame ontwikkelingsdoelen dient. En als we meer geld willen dat die duurzame ontwikkelingsdoelen dient, hebben we een systeem nodig waarbij er meer mogelijkheid is voor burgers om hun overheid en ook de private sector ter verantwoording te houden. En ook meer platform voor ontwikkelingslanden om een gelijke stem te hebben aan de internationale onderhandelingstafel over bijvoorbeeld een onderwerp als het internationaal belastingssysteem. Ja, nou, daar gaan we straks zeker over hebben. Maar wie moet de lead nemen?
Alle landen hebben een verantwoordelijkheid, want het gaat over een agenda die voor alle landen van toepassing is. Maar wat ons betreft gaat het wel om een common but differentiated responsibility. Dus je kunt wel meer vragen van rijkere landen. Je kunt ook meer vragen van landen die een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. Ook als je kijkt naar het veroorzaken van een bepaalde problematiek. Als je kijkt naar de CO2-uitstoot. Ja, maar ik ben een beetje op zoek naar een naam. Jan, Harry, Mark, dat soort dingen. Nou, laten we vanavond beginnen met de verantwoordelijkheid die Nederland hierin ook kan nemen. En daarmee ook de Europese Unie aan kan zetten tot verandering. Ja, sorry, ik doe een beetje flauw, maar goed, kom op. Hè. Het is een talkshow, jongens. Dankjewel. Ik wil naar Eline. Eline, ga eens even staan. Eline is van vice versa ook. Eline, leg eens eventjes uit in het kort. Want er is al heel vaak over dit onderwerp gedebatteerd. We hebben natuurlijk die Millennium Development Goals. Die zijn nog niet koud bereikt of deels bereikt. En we zitten er alweer in Sustainability Development Goals. Wat is er de afgelopen weken gebeurd? Online en bij jullie op de redactie. Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben, wat we zagen bij vice versa, is dat het debat in Nederlandse media op het gebied van de nieuwe ontwikkelingsagenda nog niet zo sterk wordt gevoerd. En zeker niet als het over de financieringskwestie gaat. Dus wat wij hebben gedaan bij vice versa is... hier moet ik verder in praten. Oké. Wat we hebben gedaan is van een heel brede technische agenda hebben we geprobeerd om daar een politiek en duidelijk urgent verhaal van neer te zetten op onze website, middels een online debat. Dat hebben we allereerst gedaan door een heel aantal achtergrondstukken bij de agenda onderwerpen in alles te maken. Uit te leggen van waar heb je het eigenlijk over als je zegt dat belastingontwijking moet worden aangepakt en waarom is dat een kwestie van ontwikkeling. En daarnaast hebben wij elke keer vooruitgeblikt op wat mogen we hierop verwachten in de top van Addis? Want daar hebben we het natuurlijk de hele tijd over. Die gaat cruciaal zijn, horen we. Maar wat gebeurt er dan daadwerkelijk? Dus een vooruitblik. En dat hebben we vervolgens aangevuld met blogs en opinies van experts, vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven. Wat viel me op? Bij Addis worden heel veel superlatieven uit de kast getrokken. Het wordt een cruciaal jaar. Hier staat of valt ontwikkeling de komende 15 jaar mee. Maar dat als je mensen vraagt van wat staat er nou echt in alles te gebeuren, dan gaat het om heel kleine stappen. Dus daar zit een interessant politiek spel, hoe superlatieve en kleine stapjes elkaar vinden daarin. Kan het spannend worden? Ja, en dan vooral als je het hebt over de private sector volgens mij. We hebben het, private sector wordt op het schild gehezen als, daar moet ontwikkelingsgeld vandaan komen. En de vraag is, gaat het ontwikkelingsvriendelijk zijn? En welke private sector moet het doen? Een lokale of een westerse multinationals gevulde private sector. Oké, dankjewel. Dankjewel. Daar komt u binnen, van harte welkom. Ik ga alvast even zitten, want we lopen pot voor de 3 dubbeltjes al 5 minuten uit. En dat moeten we niet hebben. Dus ik ga even zitten en mijn volgende gasten aan tafel vragen. Hallo? Ja. Mag ik een warm welkom voor Nano Kleiterp, Danielle Hirsch van Both Ends en Winfried Pietersen van Royal Haskoning. Ja. Komt u zitten. Kijk, meneer Kleiterp is de directeur van FMO, dat is ontwikkelingsbank. Grote bedragen zijn natuurlijk. Both Ends, natuurbeschermingsorganisatie, is dat wel het juiste woord? Ja, wij noemen onszelf een milieu- en ontwikkelingsorganisatie. Ja, en wat is dan Royal Haskoning? Wij zijn een adviesbureau op het gebied van water, milieu, stedelijke ontwikkeling, transport. Ja, maar dan ook weer niet van 3 hoog achter, echt wereldwijd, hè? Wereldwijd, ja. We zijn een bedrijf van 7000 mensen. Daar de helft van ongeveer in Nederland. En ik denk dat 1/3 van mijn collega's woont en werkt in ontwikkelingsland. Ja, en als u dit zo hoort, ons begin, hè? Ja. En die drietrapsraket van conferenties. Bent u optimistisch over het komend half jaar? Nou, het eerste wat ik hoor als we praten over de private sector, denk ik. Hè, denk ik van, ja, de private sector, dat is zo'n groot en zo'n verscheiden iets. Het is zo moeilijk om de private sector om één noemer te vangen. Het tweede wat ik dan even gelijk denk is van dat hele alles-debat. Leeft dat in de private sector? Nou, ik denk in een paar bestuurskamers waar mensen heel vaak praten met minister Ploemen. Ja. Maar in zijn algemeenheid, het leeft denk ik niet echt heel sterk. Maar mevrouw Hirsch, dat is toch een ramp? Ja, kijk, de vraag is natuurlijk, moet de private sector op alles zitten te wachten om na te denken over zijn rol in ontwikkeling of haar rol in ontwikkeling? Want de private sector speelt natuurlijk een gigantische rol in de mondiale economie en daarmee per definitie in de ontwikkeling van alle landen ter wereld. Ja, en ook in de landen waar we het nu over hebben. Het is eigenlijk best wel verdrietig dat het maar heel weinig directiekamers zijn daarover nadenken. Ja, want als er straks een gat in die donut om de aardbol komt, dan zit u ook gewoon in de penarie, toch? Met andere woorden, de private sector heeft ook last van de gevolgen van als we dit niet aanpakken.
Nee, dat is hartstikke hard. Het is evident dat er grote investeringen nodig zijn in ontwikkelingslanden, hè, met al de problemen die erop afkomen. Ja. En ja, voor ons zijn die grote investeringen, dat is natuurlijk ook een markt voor ons. Ja. Dus voor ons is het belangrijk dat het goed gaat. Oké, maar we staan hier. Ik wil toch naar u bijdragen. Ja. Want u zegt het is een grote markt, we zien kansen. Ja. U bent tegelijkertijd ook een beetje teleurgesteld over het gebrek aan... Niet teleurgesteld. Ik zeg dat het toch een beetje ver van onze bedshow. Niet dat we echt teleurgesteld zijn. Meneer Kleithep, komt u mij redden. Ze zijn niet teleurgesteld, de private sector. Het is een ver van de bedshow. Maar toch zijn de investeringsmogelijkheden. Maar ja, het wringt een beetje, heb ik het gevoel. Nee, ik kom je redden. Ja? Ja, alsjeblieft. Hoe ziet de FMO dat? Ik denk dat het heel goed bij elkaar komt en is te brengen. Ik denk wat ver uit elkaar ligt, is een onderhandelingscircuit in Addis. Wat geleid wordt door de Verenigde Naties. Dat is niet iets waar het bedrijfsleven dagelijks mee in contact komt. Ja. Maar het bedrijfsleven, het internationale bedrijfsleven, in de landen waar het om gaat, die zijn natuurlijk de crux voor ontwikkeling. Daniel zegt het ook. Daar gaat het om. Het bedrijfsleven creëert 90% van de banen. Ja. Er zijn 600 miljoen banen nodig van nu tot 2020. Om werkeloosheid op te vangen, die er nu al is. En om de hele nieuwe instroom van jongeren op de arbeidsmarkt te kunnen opvangen. En van banen te voorzien, waarmee armoede vermindert. Dus het bedrijfsleven is de key factor om de ontwikkelingsvraagstukken op te lossen. Maar hoe gaat u dat dan doen? Ze zijn nog niet helemaal op de hoogte, maar uw instelling die gaat ze helpen. Let's visualize. De komende tijd, wat moet er dan gebeuren? Accepteert het bedrijfsleven überhaupt dat de overheid bijspringt? Ja, absoluut. Dus ten eerste denk ik, ze zijn niet op de hoogte. Bedrijven zijn daar bezig. Wat ze doen, draagt bij tot de ontwikkeling. Daarbij is het heel belangrijk dat bedrijven steeds meer focussen op en duurzaamheid en inclusieve groei. Dat samenkomt. Ongelijkheid is ook een belangrijk issue. En bedrijven die dat willen, die ondersteunen wij met financiering. Dus om dat proces te versnellen en te zorgen dat ze kunnen investeren. Want er zijn hoge risico's in die landen. In infrastructuur moet je lange termijn investeren. Dus ik denk dat daar ook, minister Ploemen zei het, bij de Development for Finance Forum in Rotterdam een paar weken geleden. We hebben een paradigma shift nodig, want je moet meer kijken dan alleen de traditionele stromen. ODA relatief is steeds kleiner, dus je moet ODA slim en beter inzetten om een maximale, ik geloof dat de minister dat zei, buck voor mijn ODA euro te krijgen. Buck voor mijn ODA. Mevrouw Hiers, als u dit hoort. Ik denk bij zo'n paradigma shift altijd aan een ramp, hè, dat bij Fukushima bijvoorbeeld die dingen eraf rollen. Ja, dan zijn we wakker. Maar dat zal waarschijnlijk niet snel gebeuren, zoiets. Wat moet er gebeuren zodat die shift komt? Nou, ten eerste denk ik dat we in Nederland wel heel erg vaak geneigd zijn om heel romantisch te denken over het type ontwikkeling dat bedrijven brengen. Meneer Kleithep zegt, bedrijven brengen per definitie ontwikkeling. Het probleem is natuurlijk dat de manier waarop de grote meerderheid van de bedrijven op dit moment onderneemt, leidt tot veel natuurdegradatie, maar ook tot ongelijkheid, tot mensenrechten schendingen. Dat zien we steeds vaker ook hier. Ik denk ook dat dat een reden is waarom we... dat er steeds meer belangstelling is voor dit onderwerp. Dus de challenge is, hoe kunnen wij bedrijven helpen om in hun gewone bedrijfsactiviteiten steeds beter met mensenrechten om te gaan, veel beter om te gaan met natuur, anders na te denken over de manier waarop zij ontwikkeling bevorderen. Maar wat vindt u daar dan van als u toch merkt dat die bedrijven steeds meer in de driver's seat komen te zitten? Nou, ik denk dat dat een heel belangrijk debat in Addis hoort te zijn. Waar het om gaat, het interessante van de nieuwe development agenda is dat die universeel is. Dus wij moeten ook kijken naar wat wij anders moeten doen. Buiten, gewoon als taak, in alles wat wij doen. Niet alleen met de 0,7%, waar het nu de hele tijd maar over gaat. En we denken dus nooit over die 99,3. En onze economie bestaat voor een heel groot deel uit export, uit import. We zijn een gigantische economie en we denken er niet over na hoe we die economie anders vorm kunnen geven. En daar spelen bedrijven een heel grote rol in. De private sector bestaat niet. Ik denk voor ons soort bedrijven, we hebben toch als Nederlands adviesbureaus, ik denk duurzaamheid en integriteit hoog in het vaandel staan. De bedrijven, de kantoren die wij zomaar in een land als Bangladesh volgende week die we nu in Mozambique hebben, in Zuid-Afrika hebben, daar leggen we dezelfde eisen op, dezelfde verwachtingen. Het bedrijfsleven bestaat niet. Een heel groot deel van het bedrijfsleven doet ook heel goed werk. En ik denk dat de crux zit van hoe het andere deel van het bedrijfsleven ook te zorgen dat
duurzaamheid en integriteit gewoon onderdeel wordt van hun, ook van hun identiteit. Ja. Mathieu, waar ben je? Oh, ja, ja. Kunnen we een microfoon bij Mathieu krijgen? Anders krijg je van... Ja? Jij bent met de Thalie hier gekomen vanuit Brussel. Daarvoor dank. Maar je bent ook wel kritisch. We hebben een stuk van je op de site kunnen zien. Ja, klopt. Kunnen we lezen? Kom maar op. Ja, dus in principe, we gaan helemaal akkoord dat de private sector een enorm belangrijke rol te spelen heeft in ontwikkelingslanden. Alleen heeft het, zijn ook heel veel beperkingen aan private geldstromen. Bijvoorbeeld, private geldstromen bereiken maar moeilijk KMO's of lage inkomenlanden. En als ze al lage inkomstenlanden bereiken, is het vaak in de grondstoffensector die weinig arbeidsintensief is. Ja. En ik zelf volg een beetje het debat op globaal en Europees niveau. En dan merk ik inderdaad dat de magische oplossing lijkt wel het gebruik van publiek geld om de private sector, of als hefboom voor de private sector. Maar daar gaan heel veel problemen mee gepaard. Zo hebben ontwikkelingsbanken zoals FMO, maar ook op multilateraal niveau. IFC, de Europese Investeringsbank, hebben heel veel moeite om de echte ontwikkelingsimpact van hun investeringen aan te tonen. En een van die redenen is ook omdat er meer en meer investeringen zijn in de financiële sector, waar een gebrek aan transparantie rond ontstaat over de uiteindelijke begunstigden van leningen van ontwikkelingsbanken aan de financiële sector of de ware ontwikkelingsimpact op de grond. Ja. En dan de cruciale vraag is ook de kwestie van additionaliteit. Want zorgen die ontwikkelingsbanken eigenlijk wel voor investeringen die anders zonder hun hulp niet zo mogelijk geweest zijn? Of is het net omgekeerd? Wie is eigenlijk de hefboom voor wie? En als het omgekeerd is, dan is de vraag eigenlijk ook, geven we dan eigenlijk niet gewoon subsidies aan de private sector? Amen, Mathieu. Wie is de hefboom voor wie? Ja, dat is een heel college, maar ik zie u zo wegzakken, meneer Krijter. Het schijnt dat Danielle nu ook een aanvaring hebben gehad, daarover later meer. Maar eerst even reageren op Mathieu, want hij heeft toch wel een aantal punten. Die hij onder andere aan u voorlegt als ontwikkelingsbank. Ja, niet persoonlijk, maar... Als ontwikkelingsbanken zijn een aantal aspecten die Mathieu noemt. Additionaliteit, zorg voor de ontwikkelingsimpact, zorg voor milieu en sociale zaken. Dat die binnen het bedrijven die wij steunen zo goed mogelijk geregeld zijn, die staan centraal. Dus wat dat betreft doen al die banken het uiterste om dat te bereiken. Als het gaat over meting van resultaten, denk ik dat de meeste ontwikkelingsbanken daarin verder zijn, in ieder geval dan alle andere banken. Ja. En ook niet achterlopen bij de organisatie, overheid zelf, NGO's. Het is ontzettend complex om oorzaak en gevolg, resultaat. Ja, maar hij zei, ik hoorde dan nog, wie is de hefboom van wie? Dat zei u toch, hè? Oh, nou, dat is heel simpel. Wij, ontwikkelingsbanken, en voor FMO kan ik mijn hand daarvoor in het vuur steken, maar voor mijn meeste van de collega's ook. Ja. Door wat wij doen, het feit dat wij een bedrijf financieren, dat we met een bedrijf in zee gaan, is een kwaliteitsmerk. Op het gebied van milieu en sociaal, op het gebied van integriteit. En daardoor, en er zijn legio voorbeelden van in onze portefeuille, daardoor gaan anderen goed ook investeren. Mathieu, ben je tevreden met het antwoord? Ik zou namelijk zeggen, kom maar op. Nee, wel, de kwestie van additionaliteit speelt zich ook af op Europees niveau. Momenteel worden ook is er veel promotie van innovatieve financieringsmechanismen, zoals blending, waarbij een deel hulpgeld eigenlijk als hefboom dient voor private financiering en eigenlijk grants en leningen aan elkaar gekoppeld worden. En ook op dat niveau is het heel moeilijk om additionaliteit te berekenen. Zullen we dan nog even, zou u daarop willen reageren? Wat vindt u daarvan? Of bent u daar niet van op de hoogte? Ja. Nee, zeg maar, blending, dat is op zich is daar niks mis mee. Je moet natuurlijk waken dat je niet onbedoelde effecten krijgt, maar op zich is daar niks mis mee met blending. Ja. Nou, dan wil ik toch even naar de ruzie tussen u en Danielle. Wat is er gebeurd? Is het bijgelegd? En wat was er aan de hand? Zal ik eerst nog? Ja. Ruzie. Nou, kom op, het is een talkshow. Mensen thuis kijken.
Mijn organisatie Broad Ends kijkt al 25 jaar naar de geldstromen, de publieke geldstromen die uit Nederland naar ontwikkelingslanden gaan. Ja. En of die wel gebruikt worden om goed te doen. Hè? Publiek geld voor publiek goed. En een van de interessante spelers in dat veld, buiten een aantal niet zozeer aan ODA, aan ontwikkelingshulpgebonden instrumenten, is de FMO. De FMO groeit en is in toenemende mate aan het investeren met klimaatgerelateerd geld, et cetera. En wij hebben een ruzie over één specifiek geval, maar dat gaat eigenlijk niet over dat specifieke geval, want dat gaat over een dam. En wij hebben een meningsverschil of de FMO daar voldoende gedaan heeft om de rechten van... Dus een dam in Panama. In Panama, ja. Die heet Barro Blanco. En wij hebben een meningsverschil of de FMO daar voldoende heeft gedaan om de rechten van inheemse volkeren te waarborgen. En waarom wij dat zo belangrijk vinden is niet alleen voor dit specifieke geval. Maar overigens de leider van de inheemse groep, over 2 weken gaan wij daar een goed gesprek mee aan, hoop ik. Maar je ziet in heel veel grote ontwikkelingsprojecten van de FMO, van de klimaatfondsen, van de Wereldbank, dat stelselmatig juist de rechten van inheemse groepen worden geschonden. Dan moeten we dan niet toch accepteren dat bij economische groei dat altijd een beetje gebeurt? Nou, dat is de facto... Nou ja, niet zozeer met... Nee, maar dat de mensen benadeeld worden. Dat is een keuze. Deze regering staat keihard voor mensenrechten. Het is ook niet toevallig dat degene die de proces richting Addis leidt ook de leiding heeft over de mensenrechtenagenda van Nederland. Dus politiek gezien vinden wij dat niet acceptabel. De opdracht van een ontwikkelingsbank, dat is ook een politieke opdracht, is om ontwikkeling te brengen, gegeven bepaalde condities. En juist in het geval van die inheemse groepen, omdat dat in onze visie steeds meer toe gaat nemen, dus die conflicten tussen ontwikkeling en mensenrechten, die ook om één individu kunnen gaan, ja, want daar zijn het mensenrechten voor, die nemen toe. En wij vinden dat daar veel te onzorgvuldig mee wordt omgesprongen. En ook in sommige gevallen heel denigrerend. Ja. Dus het gewoon niet serieus genomen. Nou, oké, dan kan meneer Kleiter... Nou, ik denk het laatste wat ik en de FMO zijn is denigrerend en dat we er onzorgvuldig mee omspringen. Het staat centraal in als wij naar een waterkrachtcentrale kijken, naar een windmolenpark, is dat centraal staat van hoe ga je om met de lokale belangen. Dat is net als in de landen daar in Panama, net of minstens zo complex als het hier is. Je hebt de overheid, je hebt de lokale belangen, je hebt het bedrijfsleven en je hebt het nationaal belang. Dus waar het in dit geval, in het geval van infrastructuurprojecten over gaat, is wat er nodig is, in dit geval energie. Die energie is nodig om werkgelegenheid te creëren, om bedrijven te laten werken, waardoor bedrijven belasting kunnen betalen. Dus dat is de impact. Die staat naast de belangen van een lokale bevolking. Ja. Daar moet je afwegingen in maken. Die afwegingen zijn moeilijk en daarvoor moet je de dialoog aangaan. Je moet met elkaar daar uitkomen. Maar daar zijn belangentegenstellingen. Wat jij zegt, vooruitgang brengt conflicten met zich mee. En daar kunnen mensen minder van worden. Als wij hier de inpoldering of de deltawerken hadden gedaan en als één iemand tegen was, dan doen we het niet. Dan hadden wij hier niet op deze manier kunnen zitten. Dat klopt. Maar dus je moet met elkaar die dialoog aangaan. Daar dringen wij op aan. Vinden wij ook heel erg belangrijk om dat te doen. En daarin moet uiteindelijk een belangenafweging komen hoe je verder gaat. Goed, dat is heel erg duidelijk. Als het toch een talkshow is, mag ik dan heel even... Ja. En ik word straks ook toe dan? Kijk, het is wel interessant dat de polder en de gasdiscussie nu in Nederland worden aangehaald. Wat hier gebeurt is dat mensen op het moment dat ze opstaan het recht hebben om gehoord te worden. En dan worden ze ook gehoord. Het gaat soms met protesten, et cetera. Maar er is altijd een moment, en dat is relatief vroeg in het besluitvormingsproces, dat al is het maar één boer. En we weten hoe het gaat met Schiphol. Ja, maar... En dat is precies waar wij om vragen, dat ontwikkelingsbanken precies dat doen. Dus op het moment dat één iemand zijn stem laat horen van hier gaat iets grondig mis, wees er dan meteen bij. Ja, en doe dat niet via... Maar hoe moeten ze er dan mee? Want dat is natuurlijk één persoon. Maar je hebt toch ook die dam ergens volgens mij in Ethiopië, waar ook Ethiopië, Egypte, Oeganda, ontzettend over hebben ruzie. Laat staan de mensen die daar in de buurt zouden gaan wonen. Hoe zit dat dan? Nou, die mensen die daar in de buurt wonen, die worden helemaal niet gehoord. En dat is dus de normale manier van ontwikkeling. Ja. En wij hebben dus hoop van de FMO dat zij het voorbeeld laten zien dat anders kan. Maar dan moet het wel gebeuren. De oplossing zit bij u. U heeft de oplossing, die komt nu. Ja, want u staat een beetje op afstand.
Daar is het algemeen, zeg maar, voor grote infrastructuurprojecten kan heel nadelig zijn voor bepaalde mensen. En het is gewoon heel belangrijk dat er goede regels voor zijn. En in principe zijn ontwikkelingsbanken en ook een FMO die proberen dat soort regels zo goed mogelijk te volgen. Ja. En er zal wel eens een keertje iets misgaan. En ik ken de details hier niet, maar het lijkt erop dat hier iets is misgegaan. Maar dat denk ik ook. Hier is iets misgegaan, hè? Goed. De allerlaatste vraag en dan moeten we door, want dat is het vervelende van dit format. We moeten door. Even heel, heel kort. Wat moet daar nou uitkomen in Addis als het gaat om die private sector? Dan beginnen we bij u. Ik denk dat het belangrijk is, zeg maar, dat voorwaarden geschept worden voor de private sector. Dat, zeg maar, dat duurzaamheid en integriteit, dat gewoon eigen wordt aan de private sector. Hè, dat gestimuleerd wordt. Ja. Ja, ik denk dat het zou heel fijn zijn als degene, de politici die aanwezig zijn in Addis, inderdaad deze agenda gaan voeren. Dus niet alleen de ministers van ontwikkelingssamenwerking, maar vooral ook de ministers van EZ en Financiën. Dit veel meer gaan mainstreamen in al hun activiteiten. Oké. Okay. Ik leid heb. Nou, ik denk dat er een uitgelezen kant voor minister Ploemen ligt met haar agenda handel. Trouwens, en kunnen we er alvast een applaus geven? Ze is in het gebouw, dat is ontzettend fijn. Want ik denk dat we als Nederland in het hele debat over de private sector ver voorop lopen. Ook als ik zag het debat in Rotterdam over development for finance, zie je dat wat we in Nederland aan het doen zijn, hoe we de private sector meer proberen te mobiliseren op een verantwoorde manier voor ontwikkeling. Dat model, als we dat in Addis verder en met heel veel landen verder kunnen brengen, dan denk ik zetten we hele grote stappen vooruit. Die kans ligt er en ik wens de minister daar heel veel succes mee en ik wil daar graag in steunen. En fijn dat het tussen jullie weer goed is. Dank u wel. Applaus voor onze eerste ronde gasten. Dank u wel, meneer Pieter. Ja. Meneer Kleiter, meneer Pieter, mevrouw Hiers. We gaan door. Helaas, omdat we al uitlopen, toch even het vragenrondje nu overslaan. Want anders komen we gewoon niet tot het einde. Belastingen, daar is net ook al het een en ander over gezegd. Ik zou graag aan tafel willen hebben de oprichter en managing partner van Dwarkasing & Partners, een consultancy onderneming die organisaties wereldwijd helpt met onder meer bedrijfsfinanciën, fiscaal beleid en belastingen. Hij is tevens een visiting professor aan de Universiteit van Mauritius. Wat een prachtige combinatie, dokter Ramon Dwarkasing. Ja, kom zitten. En dan hebben we toch een beetje, ik weet niet of hij dan in het hol van de leeuw staat vanavond, maar ik vind dat hij een extra applaus verdient. Hij is internationaal tax partner bij Deloitte, leidt een internationaal corporate tax team dat multinationals adviseert, mind you, over binnenlandse en grensoverschrijdende belastingzaken. Zijn naam is Aart Nolten. En als laatste hebben we PhD-hebber en beleidsadviseur over tax, justice en economische ongelijkheid bij Oxfam Novib, Francis Wijzing. Welkom. Voor u. Schenk een glaasje in. Wat vonden we van wat we net hoorden, om daar eens mee te beginnen? Ik vind het lastig om iets te zeggen over de private sector en hoe zij daarin opereren. Ja. Ik ben natuurlijk van huis uit een fiscalist en een Nederlandse fiscalist. En wij adviseren natuurlijk over de belastingheffing in Nederland en in combinatie natuurlijk met de belastingheffing in het buitenland. Ik zie natuurlijk wel veel internationale bewegingen en investeringen. Ik denk dat het goed is om dat eigenlijk in het verband van die fiscaliteit zeg maar, te discussiëren. Want dat is mijn terrein, als ik het even zo mag zeggen. Ja, maar u hoorde meneer Pietersen ook zeggen dat er een beetje een gebrek aan kennis over de noodzaak dat er toch stappen gemaakt moeten worden. Ja. Hoe gaat dat dan zo? Want u komt op plekken. Wat is uw indruk? Ik denk dat transparantie is een heel belangrijk thema. En transparantie is een thema wat denk ik heel veel landen helpt. Overigens niet alleen ontwikkelingslanden, maar sowieso de fiscale discussie. Nederland is een van de grote voortrekkers zeg maar, van die agenda. Ik denk dat we daar een bijzonder belangrijke rol mee vervullen internationaal. Ja. En dat we daar ook behoorlijk wat mee kunnen verbeteren. Zeg maar. En die sustainability. Ik, om een voorbeeld te noemen. Gisteren stond ik een quiz te doen bij Heineken. Ja, ik schaam me dood, maar het mag wel. Niemand kan me aanpakken daarvoor. En meneer Van Karnebeek die staat te praten. President-directeur van Europe, Middle East en Afrika. Grote brouwerij in de Congo.
Leeft die gedachte van duurzaamheid, sustainability, bij dat soort grote multinationals die zich in Nederland bevinden? Merkt u dat in de wandelgangen? Of heeft u het idee dat er echt nog een duwtje nodig is voordat die omgaan? Ik denk dat, het zal u misschien verbazen, maar wat ik meemaak is dat daar bijzonder veel aandacht voor is. In de zin ook van dat zij heel graag zien dat transparantie uiteindelijk leidt tot verbetering van het, laten we zeggen, investeringsklimaat. Ja. Je moet zich voorstellen dat veel Nederlandse multinationals moeten ook concurreren met ondernemingen lokaal, die soms in het geheel niet of heel weinig belasting betalen. En dat is een heel diffuse situatie die eigenlijk aandacht verdient en ook opgelost wordt. Ja. Dus het is in het belang van multinationals, eerlijk gezegd, dat die transparantie er komt. Meneer Wijze, u heeft een PhD, dus dan moeten we u altijd geloven. Zijn wij nou wel of niet een belastingparadijs? Overigens, wacht even, de zaal. Is Nederland een belastingparadijs? Wie vindt van niet? Kijk, dat zijn de eerlijke mensen ook, hè? Goed. Maar wat vindt u? Nou, om van het label af te komen moet Nederland zeker nog wel een paar stappen zetten. Ja? Staatssecretaris Wiebes van Financiën beweerde nog maar kort geleden dat Nederland bijvoorbeeld een onberispelijke, let wel, rulingpraktijk heeft. Dat zijn de afspraken die de Belastingdienst soms vooraf maakt met multinationals. Nou, er zijn echt wel afspraken die misbruikt worden door bepaalde bedrijven om vervolgens een agressief plannetje te bedenken om in andere landen zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dus volgens mij is daar nog een hoop te doen. En als we dan vragen, biedt daar wat meer transparantie over? Daar ben ik helemaal met de heer Notte eens. Transparantie is belangrijk. Nou, dan krijgen we nul op het rekest. Het is niet alleen een probleem van bedrijven. Het is ook een probleem van miljonairs. Miljonairs die hun vermogen ergens verstoppen waar de Belastingdienst niet bij kan. Soms gebeurt dat ook nog wel eens via... Ik heb geruchten gehoord over Curaçao, maar dat is het niet. Nou, het is niet altijd waar je het verwacht. Curaçao, absoluut. Maar er zijn bijvoorbeeld ook miljonairs uit Zuid-Amerika die die grote ondernemingen hebben, grote vermogens. En die op een anonieme manier via bijvoorbeeld een Nederlandse entiteit aanhouden. Ja. En daar heb je ook weer transparantie nodig om te weten... Maar is het niet heel erg hypocriet om dan daar hier heel moeilijk over te doen en ook kamervragen over te stellen, terwijl straks gewoon een ander land daar dan keihard mee vandoor gaat met die centjes? Als we dat niet overal tegelijk aanpakken, dan is het toch volstrekt zinloos? Nou, en daar hebben we die top voor. In waar niemand komt? Waar wel dit op de agenda staat. Okay, hier staat op de agenda, gaan we wereldwijd toewerken naar publieke registers, dat we echt weten van wie bedrijven zijn, zodat ik niet meer hier stiekem een bedrijfje kan opzetten en dan mezelf een leuke opdracht gunnen zonder dat iemand het weet. Meneer Dwarskazing. Ja, ik denk zelf dat de echte discussie gaat, als je kijkt naar de economie voor de komende decennia, zeg maar onze kinderen, kleinkinderen, waar gaat de economische groei plaatsvinden? En die gaat niet hier in Europa plaatsvinden, die gaat plaatsvinden in Azië en in Afrika. Als je nu al kijkt naar de VN-gegevens, UNCTAD, dan zie je dat de meeste investeringen, FDI, is voor het eerst sinds 2 jaar naar ontwikkelingslanden gegaan. Dan moet dus de meeste foreign direct investments gaan naar ontwikkeling. Foreign direct investments. Ja. Dan moet je nou gewoon calculeren. Kijk, wij piepen nu dat de KLM moeite heeft om overeind te blijven richting de Gulf Carriers, die 600 vliegtuigen bestellen. Nou, dit is een ander kaliber nog. En wat je dus ziet, is dat in 1920... hebben Nederland, Italië, een paar Europese landen, die hebben een systeem bedacht wat tot op de dag van vandaag geldt als ons belastingssysteem. Internationaal belastingssysteem. Nou, dat is een doorn in het oog van heel veel van dit soort opkomende economieën zoals India, China en dergelijke. Want wat ze eigenlijk zeggen, ze zeggen eigenlijk de Europese landen, OESO, de westerse landen, je heft belasting waar eigenlijk niet de source is, dus niet waar de bron is van het inkomen, maar waar bijvoorbeeld die hoofdkantoren zitten. En dat hebben heel veel landen moeten pikken tot en met een jaar of een paar geleden. Toen ze dat trucje bedachten. Nou, dat is al dus sinds 1920 aan de gang. Ja. En dat noemen we fiscaal kolonialisme, noemen we dat in de regel. En nu is het anders. Want nu is niet de BRICS-landen, die hebben zoveel geld. Daar kun je niet meer zomaar dit soort geintjes uithalen. En dus er gaat een verschuiving plaatsvinden, die vindt al nu plaats, wat een serieus effect gaat hebben voor ons, voor onze welvaart voor de komende 20 jaar. Oké, maar daar wil ik even iets meer over, want het is positief. Voor hun dan. Voor hun, maar niet voor ons. Maar we kunnen ook snel... Nee, maar serieus, leg het even iets meer, want we beginnen met een soort doemscenario en u komt hier en u zegt, kijk, ja,
we hebben aan kolonialisme gedaan, maar eigenlijk zijn de mensen daar ook alweer de weg omheen aan het vinden. Waar gaat dit dan naartoe? Ja, kijk, ik denk dat we eigenlijk een blokvormingen krijgen, waarbij we eigenlijk moeten gaan accepteren dat er misschien geen oplossing is voor dit soort vraagstukken. En dat je eigenlijk gaat moeten nadenken voor de komende 10, 20, 30 jaar, hoe ga ik mijn eigen economische interest kunnen bewaken? En dat is iets, een heel moeilijk dilemma. Dus eigenlijk ministerie van Financiën versus ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. En ja, ik denk vanuit die holistische benadering moet je gaan nadenken. Nu zegt hij ook nog holistisch. Ik ben het helemaal kwijt nu. Dat was toch met yoga en zo. Maar reageer, want ik ben nu even de weg kwijt wat betreft. We zaten bij die brievenbusfirma's. Dat was heel erg. Misschien is het wel goed om een voorbeeld te geven. Shenzhen en Shanghai zijn twee voormalige tax-free trade zones. Ja, dus dat is zeg maar typisch dat een land eigenlijk zegt van kom naar mij toe. En je kan in mijn land een fabriek starten en activiteiten starten en ik zal jou niet belasten. En dat is eigenlijk landenconcurrentie op basis van fiscaliteit. Dat is dan een van de onderdelen waarop wordt gekozen. Nou, ik denk dat Shenzhen en Shanghai, ik weet niet of jullie er geweest zijn, maar het zijn gigantisch grote magneten geworden voor bedrijvigheid. Dat is eigenlijk een beetje wat hier bedoeld wordt. Dat uiteindelijk het zo sterk kan worden dat het weer een onderhandelingsmacht wordt aan de andere zijde. En dan kan je af gaan vragen waar precies de waarde zit in een multinational. Maar ik wou u nog even horen. Ja, nou, ik ben het eigenlijk wel eens met het verhaal van de heer Bakassi. En ik kan het ook wel goed volgen, want wat je nu ziet, is dat... Nee, gaat u verder. Nee, gaat u verder. Ja. Nou, wat je nu ziet is dat op dit moment er een initiatief is om agressieve belastingplanning van multinationals in te dammen. En dat is een initiatief van de OESO, de Club van Rijke Landen. Maar de macht is aan het verschuiven. Grote landen als India, China, Brazilië enzovoort, die pikken dit nog net. En er is ook grote groei in landen die net daarna komen, zoals Nigeria, Indonesië, Filipijnen enzovoort. Die gaan er niet lang mee pikken. Met andere woorden, we hebben nu een nieuw forum nodig. We hebben nu een manier nodig waarbij ook die landen een gelijkwaardige stem aan tafel hebben als ze het hebben over internationale belastingstandaarden. Ja. En dat is iets, ja, met koloniën, we waren net te laat weg. Hè? Dus er is oorlog gekomen. Dus we moeten nu zorgen dat we op tijd die stap maken en die landen gelijkwaardige stem geven zonder dat de pleuris uitbreekt. Ja, als ik nog mag, heel kort. Kijk, er is nu een discussie, die is op de Addis agenda gezet, paragraaf 24 van die Zero Draft. Die stelt dat ze een intergouvernementeel committee willen opzetten om belastingvraagstukken daarin te behandelen. Ja. G77, dus de 124 landen die dus wat armer zijn, ontwikkelingslanden, plus China, zijn voor. Maar gaat het dan ook gebeuren? Ik denk het wel, want ik sprak toevallig gisteren een vriend van mij en hij is secretaris-generaal bij die committee. Misschien niet in Addis. Ik vind het zo mooi. Maar dan mag een secretaris-generaal bij die committee. Nee. Ja, maar te gek, joh. Nee, maar kijk, dus misschien zal het niet daar op die dag gebeuren. Maar laten we eerlijk zijn. Ja, op een gegeven moment kun je dit soort besluitvormingsprocessen niet tegenhouden. Ja, nu ben ik even cynisch, hoor. Niet ben ik, maar... Zo kijk ik er een beetje naar. If you're not on the menu, you're on the table. Hè? We hebben het hier dan over economische gebieden. Maar hoe dan met de mensen? Dat is toch een soort. Uiteindelijk verschuift het geld een beetje heen en weer. Maar die welvaart zal toch. It won't trickle down to everybody, toch? Ja, kijk, we worden nu gekocht door bijvoorbeeld. KLM staat bijna in uitverkoop. Even grof te zeggen. Ja, als je dat 20 jaar geleden kunnen denken van dit soort landen. Denk het niet. Dus er zijn allemaal veranderingen nu. Die vinden plaats. En we moeten accepteren dat die veranderingen er zijn. En dat we een shift van power gaan krijgen. Ja. En vergezicht. Waar gaat dit allemaal naartoe? Want blijkbaar is die brievenbusdiscussie totaal overbodig. Er is meer aan de hand. Als het om gelijkheid gaat en belastingen. We hadden het over die G77. Natuurlijk is die discussie over die brievenbussen die blijft. Maar gaat het gebeuren wat hij het over had? Komt dat orgaan er? Dat gaat namelijk ook over een inspraak voor die landen. Wat denkt u? Nou, ik hoop het wel en ik denk dat die kans heel reëel is. We hebben een manier nodig om die landen gelijkwaardige stem te geven. En ik heb nog geen enkel geloofwaardig alternatief gehoord. Ja. Dus dit staat nu op de agenda voor Addis Ababa en ik hoop dat dit er dus komt. Het kan wel iets anders wat minstens zo goed is, maar als je nou... Kijk, het argument dat vaak gebruikt wordt, van dit gaat niet werken. Hè? Het is de VN, u kent de VN, wel, er wordt eeuwig gepraat, er komt nooit iets uit. Maar die discussies die nu binnen de OESO gevoerd worden, de Club van Rijke Landen, om belastingconstructies aan te pakken die we allemaal niet willen,
daar komen op dit moment ook heel zwakke compromissen uit. Maar komen er bijvoorbeeld gewoon afspraken dat het duidelijk wordt hoeveel ze verdienen? Gewoon in gewone mensentaal, heb je die docu gezien over H&M? En hoe dan, nou, dat geld gaat, dat vliegt de hele wereld rond. Niemand weet wat er aan de hand is. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp het. Ja, en als het aan de OESO ligt, komt dat er dus niet. Die hebben nu een heel ingewikkeld systeem afgesproken waarin bedrijven dat ze vertrouwelijk gaan doorgeven aan het land waar hun hoofdkantoor zit. En dat moet het dan op een vertrouwelijke, ingewikkelde manier uitwisselen met andere landen als daar een akkoord voor gesloten is. Kom op, waarom moeten we hier zo geheimzinnig over doen? Laat een bedrijf gewoon vertellen hoeveel winst ze maken, wat ze betalen. Banken doen het al. Ja, als ik daarop mag reageren. Misschien wel even goed voor de zaal om uit te leggen. We hebben de G20. De helft van de G20 is niet OESO. Dus dan hebben we het over India, China en allerlei andere landen. Dus er is al een heel groot gedeelte wat niet in de OESO zit, wat vertegenwoordigd wordt door de G20. En dat is degene die de BEPS-agenda drijft. Dus dat heet dan Base Erosion en Profit Shifting. En dat in die discussie zit een complex geheel. Namelijk als je informatie uitwisselt aan elkaar over hoe precies wat je omzet is en wat je marges zijn en waar je mensen zitten, et cetera, dan heb je het natuurlijk ook over het uitwisselen van bedrijfsgegevens. En er zijn een aantal landen die daar beperkingen zien voor hun eigen bedrijven. Met name als je concurreert met landen waar heel veel staatsbedrijven zijn. Want dan ga je feitelijk informatie uitwisselen met landen die niet op een, laten we zeggen, equal level playing field concurreren. Ik vind het ideeel gezien kan ik het helemaal in vinden, maar ik begrijp wel het voorbehoud wat daar in die discussie zit. En dat is de reden waarom ze dat alleen maar tussen belastingdiensten willen uitwisselen. En laten we eerlijk zijn, er zijn nu stappen gezet die in het verleden nog nooit zijn gezet. En ik denk eerlijk gezegd in het belang van heel wat grote ondernemingen dat eigenlijk deze stappen er ook komen. Want nogmaals, er zal ook een hele grote groep zijn die daar totaal nog niet geschikt voor is qua administratieve organisatie, et cetera, om dat soort gegevens op te leveren. Ze zijn niet geschikt. Moeten we alleen met de belastingdiensten doen. Even terug naar Addis. Vindt u dat al die ministers van Financiën die er nu ook zijn in Duitsland, daar moeten zijn? Sorry voor mijn hoesten. Ik zou niet het weten. Het is toch namelijk een beetje vreemd. Ja. Want als ik u hoor, dan lijkt het alsof wij dat dan maar moeten regelen. En dan hebben zij daar straks profijt van. Maar dan kunnen ze nog niet helemaal goed. Moet je aan ons de bedrijven overlaten en dan komt het helemaal voor elkaar. Ik heb het niet over wij en zij. Nee, maar dat doe ik dan expres een beetje. Maar omdat zeg maar, het wordt mij maar niet duidelijk waar we de verantwoordelijkheid moeten leggen. Of u het voortouw moet nemen namens de bedrijvigheid. Of dat wij onze overheden moeten oproepen om jullie mee te nemen naar Addis en dat samen te doen. Dat wil ik van u horen. Ik denk dat het goed is, ik herhaal het standpunt, maar transparantie en eerlijk gezegd hulp van belastingdiensten om ze überhaupt op te voeden. Ik ga het nog over hoe ze zouden kunnen heffen. Maaike van Diepen, waar ben je? Ja. De laatste vraag komt van Maaike. Ja, de druk is hoog. En dan hebben we zo pitches. Een vraag wil je? Ja. Dat heb ik hier namelijk staan dat jij wel een vraag had rond dit onderwerp. Het kan ook zijn dat ik nu ontzettend afga. Ik ben in ieder geval heel blij dat het woord fiscale kolonialisme is gevallen. En ik ben wel iets minder positief over wat er allemaal kan bereikt worden. Of dat de zero draft er nog niet zo fantastisch uitziet. En onder andere is het woordje public, van het uitdelen van de informatie over waar en hoeveel bedrijven eigenlijk qua belasting betalen, is het woordje public eruit gevallen. Dus ik wilde eigenlijk een vraag stellen aan meneer van Deloitte, of transparantie ook publieke transparantie inhoudt volgens hem. En wat daar eventueel de bezwaren tegen zouden zijn. Daarom heb ik jou het woord gegeven, want dat bedoelde ik nou precies. Maar ik kan het niet uitleggen, want ik snap niet zo goed wat hij bedoelde. Ik zit hier als meneer van Deloitte, maar ik zit hier ook als Nederlander. En als Nederlander kan ik zeggen dat ik publieke transparantie in die zin van harte steun. Overigens is dat ook het standpunt wat Nederland heeft uitgedragen richting de Europese Commissie. Eerlijk gezegd afgelopen week, volgens mij was ook in samenwerking met uw ministerie. Waarbij proberen in de EU de agenda eigenlijk af te dwingen dat die publieke informatieuitwisseling tussen ondernemingen zou moeten kunnen komen. En ik denk dat dat
goed is, omdat NGO's dan ook de macht hebben en de informatie hebben om een discussie te starten. Maar zou het niet wat zijn als u tegen die bedrijven zegt, doe dat nou zelf? Net zoals toen met die verpakkingen. Dan wouden ze eerst niet alles opzetten wat erin zat. Ja. Toen ging iedereen zich heel erg druk maken. Ja. Toen hebben ze het gedaan. Maar goed, dan bent u een ondernemer. Ja. En dan kom ik bij u met deze maatregel die een behoorlijke grote administratieve last betekent. Oh, wacht, laten we even wel wezen. Er is nu een Europese richtlijn die van banken, alleen van banken, precies, al vraagt om dat te doen. Alle banken hebben dat gedaan. Niemand heeft erover gezeurd. Wat is nou helemaal het probleem? En er is, ja, misschien een beetje flauw, maar één van uw concurrenten, PricewaterhouseCoopers, heeft een grote survey gedaan onder directeuren van grote ondernemingen. Wat zegt de meerderheid van die directeuren? Die zegt, wij willen graag dat het verplicht wordt dat we dat gewoon met z'n allen gaan doen. Wat is het probleem? Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. Toch? Geef ze allemaal een applaus. Dank u wel. Jongens, jongens. Gaat het een beetje, mensen? Ja? Ik vind het ontzettend spannend, maar wel leuk. We gaan nu iets heel anders doen. We gaan namelijk naar pitches luisteren. Even voor de helderheid, het houdt in dat we dus drie interessante, nou ja, laten we hopen, in ieder geval drie sprekers krijgen die kort, hé joh, kort maar krachtig hun oplossing voor het zo effectief mogelijk benutten en het vergroten van de financiële middelen ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking hier gaan presenteren. En de eerste is van Partos. Gaat het hebben over perverse subsidies. En zijn naam is Bart Romeijn. Warm welkom. Ik weet niet of ik deze rol heb toegedicht gekregen omdat ik het vaak over perversiteit heb. Of om, doordat ik altijd kort door de bocht ben. Maar goed, ik wil heel graag beginnen met een vraag aan u allen. Het is vandaag 10 juni, een dag dat de staatsloterij bekend wordt. Stel, er komt een duiveltje uit het spreekwoordelijke sprookje en dat stelt u een keuze. Of je wint die 20 miljoen euro, of je kan vandaag 1% bijsturen aan de verduurzaming van het financiële systeem. Wat zou u nu kiezen? Ik ga u niet vragen om u te antwoorden, anders ben ik door mijn 5 minuten heen. Maar ik wil graag dat u voor uzelf die vraag eens stelt. Een van de mooie boeken van dit jaar vond ik het boek van Joris Luijendijk. En dat is een nieuw woord wat voor mij geïntroduceerd wordt. Een heel normaal Nederlands woord. Dat heet amoraliteit. Niet immoreel, niet hoge moraal, maar amoraliteit. Ik hoorde net een stuk van de discussie. Dat ging over belastingontwijking. Belastingontwijking is meestal heel erg legaal. Maar ik vind het zo immoreel als het maar kan. Je onthoudt ontwikkelingslanden van hun eigen inkomsten. Die veel belangrijker zijn dan het totaal van al die ontwikkelingshulp die we ODA noemen bij elkaar. Dat noem ik immoreel. En er zijn een heleboel immoreel geldstromen. Als we kijken naar het totaal van de ODA, dat is ongeveer 90 miljard per jaar. Het totaal wat illegaal wegstrooit uit landen, dan heb ik het over, wat laat ik het zo doen, anders kan ik er niet bij. 90 miljoen hulp, 990 miljoen illegale geldstromen naar buiten toe. 10 keer zoveel. Dat is immoreel. Maar goed, daar zou ik het niet over hebben. Ik zou het over iets hebben wat anders is, perverse subsidies. En perverse subsidies, ik moet het even toelichten. Het gaat niet om subsidies aan een porno-industrie of aan de grand parade van potloodventers. Nee, het gaat om iets anders. Dat veel ingrijpender en nog veel perverser is. Ik geef u één voorbeeld. En subsidies overigens, dat zijn soms directe subsidies waarbij geld gegeven wordt. Zijn indirecte subsidies waarbij je belastingaftrek krijgt. Of nog indirectere subsidies waar de overheid en daarmee ook de belastingbetaal opdraait voor bepaalde kosten van investeringen. Geef u één voorbeeld, en dat komt niet van een kleine actiegroep, het komt van een grote actiegroep. Die grote actiegroep heet het IMF. Die kwam met een rapport dat de perverse subsidies voor de fossiele industrie $5,3 biljoen per jaar is. En u bent niet allemaal winnaar van de staatsloterij, dus u bent niet zo bekend met een grote getal, maar een biljoen, dat is een 1 met 12 nullen. In het Amerikaans zei dat triljoen, maar in het Nederlands zei dat om een of andere reden biljoen. 5,3 biljoen. Perverse subsidie aan de fossielen. Met alle gevolgen verdien die waarvan de gevolgen het hardst zijn in ontwikkelingslanden. Waarvan de gevolgen het hardst zijn voor onze toekomstige generaties. Maar we hebben er een heleboel goede redenen voor om dit te blijven doen. Het water staat het zo hoog en we hebben heel goede redenen.
Het water staat tot zo hoog en we hebben heel goede redenen. Het water staat tot zo hoog. Wir haben es nicht gewusst. Zo ingrijpend is dit. En we gaan ermee door. Een van de onderscheidende competenties van Nederland is, en daar hebben we net een mooi voorbeeld van gezien, is het financieringswezen, het bankwezen, financieel kennis. Geen land ter wereld, denk ik, heeft zoveel financiële ingenieurs als Nederland. En we dragen bij aan dit illegale, immorele systeem. Tegelijkertijd, en daar hoorden we ook net heel mooie voorbeelden van, ik zie nog veel meer voorbeelden, zijn we ook bezig, zien we tekenen van hoop. We zien ministers die belastingverdragen willen herzien. We zien belastingadviseurs die naar een ander fiscaal regime willen. Mijn eigen voorzitter, Annemieke Nijhoff, die werd net benoemd tot commissaris van de Nederlandse Bank. Met als opdracht het gezag en het vertrouwen in de bankkunstsector te vergroten, te versterken. In haar eigen woorden, om de moraliteit wat hoger te krijgen. Tal van voorbeelden. We zien bedrijven die heel serieus bezig zijn met maatschappelijke verantwoordelijkheid, die veel verder gaan dan do no harm, die wil gaan voor multiple value creation, voor do good. We zien tal van voorbeelden. En mijn oproep aan de financiële sector, maar ook aan de consument, ook aan de overheid, ook aan de private sector, maar dus ook aan de financial intelligence in deze zaal in Nederland, maak van die onderscheidende competentie van Nederland een voordeel en zit in op een verduurzaming van het financieringsstelsel. Dank u wel. Heel erg bedankt. Onze volgende pitch gaat over het daadwerkelijk doorberekenen van kosten. En die is namens TruePrice Michel Scholten. Dank voor de introductie. Mijn naam is Michel Scholten. Ik ben directeur externe zaken en medeoprichter van TruePrice. Allereerst veel dank voor de organisatie van dit belangrijke evenement. Oxfam, Novib en vice versa en ook de Bali. TruePrice is een sociale onderneming die organisaties helpt met het meten, waarderen en verbeteren van impacts. We doen dit voor Verenigde Naties, organisaties, maar ook voor IDH bijvoorbeeld en verschillende bedrijven. En als je kijkt naar het Zero Draft document, dat is het document dat gaat over de implementatie van de SDGs dat onderhandeld wordt in Addis, dan staat er een aantal interessante artikelen in. Drie in het bijzonder, denk ik, waar expliciet wordt ingegaan op het meten, verbeteren, rapporteren en waarderen of zelfs beprijzen van de impacts van de private sector of bedrijven. En dat is erg interessant. En dat zegt eigenlijk van er is een belangrijke rol voor het bedrijfsleven, en dat horen we hier ook bij verschillende sprekers terug, in het realiseren van de SDGs of de Sustainable Development Goals. En eigenlijk komt het erop neer dat als je de producten ontleedt en in de waardeketens gaat kijken, dat er een bijdrage wordt geleverd met waardecreatie en in principe wordt bijgedragen aan het realiseren van de SDGs. Maar tegelijkertijd, en vaak voor dezelfde producten, ook geldt dat er waarde wordt verminderd of dat er bepaalde externe kosten zijn en daarmee de SDG-agenda in principe verder weg komt te staan. Als je kijkt naar de prijsopbouw van producten, dan heb je voor elk product een true price. Dat is in principe de prijs die betaald wordt in de winkel en de prijs die wordt betaald door toekomstige generaties en de prijs die wordt betaald door mensen in de ontwikkelende landen die in armoede leven en die bijvoorbeeld niet een leefbaar loon krijgen of die in onveilige omstandigheden leven. Dat is een true price. En je kan zeggen het is een soort van concept, maar het zijn daadwerkelijke kosten die daadwerkelijk betaald worden door toekomstige generaties. Denk aan klimaatverandering door CO2-uitstoot. Dat zijn reële kosten die misschien niet zichtbaar zijn, maar wel heel reëel. Nou, dat is een groot probleem en eigenlijk een grote blokker voor de SDGs of het realiseren van de Sustainable Development Goals. U zult denken, stop deze waanzin, is er ergens een oplossing? Natuurlijk is die er. Waar het op neerkomt is dat er veel organisaties zijn en zeker ook
bedrijven zelf die proberen die sociale milieukosten terug te brengen. Of eigenlijk de true price te verminderen. Een voorbeeld met de organisatie Hifos. Zijn we naar Kenia gegaan en hebben gekeken naar de true price van een roos. Die wordt verkocht in de kleine bloemistenwinkel om de hoek. En daar kun je zien dat die roos 70 cent kost. Die kan je gewoon kopen. En daar zijn ongeveer 25 cent onbetaalde sociale en milieukosten. En dat kan je dan zien. En dat is eigenlijk een uitdaging, want je wil die kosten natuurlijk terugbrengen. En wat heel interessant is, is dat als die kwekers die in Kenia, in prachtige Lake Naivasha regio, als die kwekers besparen op luchtvracht en dat vervangen met zeetransport, dan besparen ze enorm in CO2-uitstoot, energieverbruik, waardoor de milieukosten significant teruggaan. En als ze de kostenbesparing die daar ook door ontstaat, als ze dat investeren in een living wage, dus een betere betaling en 1% van die winkelprijs uiteindelijk erbij komt, dan kan je een significante verbetering realiseren en wel 80% van die externe kosten terugbrengen. Hier zie je een mooi voorbeeld van die milieukosten. Dit is voor die roos. En ook de sociale kosten. Dus het onderbetaald in een mooie pie chart. En dit is het scenario waar dus 80% van die sociale milieukosten worden teruggebracht. En slechts 1% prijsstijging in de winkel plaatsvindt. Dus het is haalbaar. Het is mogelijk. En het hoeft niet altijd ontzettend veel duurder te worden. Dus als we het hebben over de rol van bedrijfsleven. Ja, die hebben ze zeker. Veel bedrijven proberen die sociale milieukosten terug te brengen. En het is wellicht ook een interessant perspectief voor overheden en financiële instellingen om bedrijven daarop te monitoren. En zo komen we stap voor stap naar een duurzame economie. Dankjewel. Dankjewel. Nou, we gaan naar de derde. En alles is oké? Oké. We gaan naar de derde en de laatste spreker. Ja, ik heb het nou goed. Die is hoogleraar werkgelegenheid en ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies in Den Haag. En lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. Hij gaat het hebben over ongelijkheid. Dames en heren, Rolf van der Hoeven. Kan ik deze niet? Ja, als je wil, dan staat hij aan. Staat hij aan? Dan testen we even. Hallo, hallo. Dank jullie wel. Ik wil graag praten over inkomensongelijkheid en financing for development. En even, ja. Waarom? Als we naar de MDG's kijken, die gaven geen aandacht aan inkomensongelijkheid. Die gaven alleen aandacht aan de bodemlijn, de armoede. De SDG's geven expliciet aandacht aan inkomensongelijkheid. En waarom is dat belangrijk? Onder andere zoals we met de AIV gevonden hebben, is dat de meeste arme mensen wonen niet meer in arme landen. Dus je moet anders gaan denken. En inkomensongelijkheid wordt veel belangrijker in de discussie over ontwikkeling. Nou, wat is er van belang van inkomensongelijkheid voor financing for development? Ongelijkheid ondermijnt het vertrouwen in een nationale economisch en financiële systeem. En tast daar ook de legitimiteit van het systeem. En het is dus heel belangrijk om aandacht te geven aan inkomensongelijkheid tussen in arme landen. Bijvoorbeeld, en dat is dus geen radicale persoon, ik citeer hier Martin Wolf, de chief economist van de Financial Times. Die zegt bijvoorbeeld, in de laatste drie decades hebben we gezien een opkomen van globaliserende economieën. Maar de leden daarvan die zijn losgeslagen van de maatschappij. En wat bindt in de maatschappij, in iedere democratie, is dat de verdeling wat er verdiend wordt in die maatschappij kleiner wordt. En het ontwerptekst van de Financing for Development geeft inderdaad aandacht aan inkomensongelijkheid. Als je de teksten leest, er kwam net al een andere slide naar voren. Paragraaf 4 praat over de dramatisch gegroeide ongelijkheid binnen landen. En ook in paragraaf 8 en 11 zien we een pleidooi voor verbondenheid in nationale ontwikkelingsstrategieën, lees coherentie, die gebaseerd moeten zijn op een sociaal compact. En dat is heel belangrijk, dat sociale compact. Waar gaat het over nu? Dat de verantwoordelijkheid voor een nationaal compact ligt natuurlijk in de eerste plaats bij de landen zelf. De landen zelf moeten tussen de verschillende
ondernemers, werkgevers, arbeiders, boeren, sociale groepen moeten een compact sluiten. En de politieke instrumenten om inkomensongelijkheid tegen te gaan bespreken een heel breed terrein. En een effectief middel van één van die instrumenten is bijvoorbeeld een betere fiscale politiek. En recente IMF-studies die hebben aangetoond dat fiscale politiek ongelijkheid sterk kan terugdringen zonder dat deze de economische groei aantast. Dat had je 15 jaar geleden ook niet gedacht toen wij allemaal stonden te protesteren in Washington tegen de IMF, tegen hun stabilisatieprogramma's en tegen hun programma's om alle sociale kosten te doen. Maar daar is echt een mindset aan het veranderen en het is belangrijk dat we daar denk ik op inspelen. Nou, als je naar de ontwerp de tekst krijgt van Financing for Development, daar praten ze over een beter fiscaal systeem voor ontwikkelingslanden. En ze zeggen ook, de tekst zegt ook dat landen moeten beschikken over nodige middelen. Maar in mijn mening blijft de ontwerptekst in gebreken met betrekking tot tenminste drie belangrijke punten. Sommige zijn daar al van genoemd. Het eerste punt is dat we een beter internationaal financieel systeem moeten hebben. Op het ogenblik zijn ook vooral de arme landen onderhevig aan grote financiële schokken. En wat gebeurt daar als landen grote financiële schokken heeft? Die moeten reserves aanhouden. Die reserves worden geplaatst in New York of ergens anders. En daar krijgen ze misschien 1% profijt op. Maar dat kunnen ze niet in hun eigen land financieren. Dus de tekst van Financing for Development moet veel sterker inspelen op een verbeterd internationaal systeem, zodat landen niet hun reserves moeten aanhouden in New York, maar voor hun eigen ontwikkeling ter plekke in hun eigen land kunnen gebruiken. Een tweede aspect is de onterechte belastingconstructies. Daar hebben we al een heleboel over gehad, dus daar ga ik niet meer over zeggen. En een derde punt is een effectief schuldenafhandelingsmechanisme. Als landen in schulden zijn, is op het ogenblik een jamboel in het internationale systeem. En het is dus beter als je een schuldenafhandelingssysteem hebt, daar landen van kunnen profiteren en dan kunnen ze ook de opbrengsten daarvan weer beter investeren in het terugdringen van ongelijkheid. Stiglitz bijvoorbeeld, de Nobelprijswinnaar, heeft gezegd, en dat was nog op Financing for Development, Forum for Development in eind jaren 90, overigens door Nederland gefinancierd, dat ontwikkelingslanden dus bijna geen return krijgen op hun investeringen, hun buitenlandse reserves. Als ze dat in hun eigen landen doen, zouden ze veel meer opbrengsten krijgen. En Stiglitz beweert dat als de landen dat geld niet in New York en misschien ook in de Zuidas ergens wegzetten, dat ze als dat geld allemaal in die ontwikkelingslanden zou blijven, dat daarvan al een hele grote agenda van de MDG's gefinancierd had kunnen worden. En die uitdaging staat er nog steeds nu voor de tekst in Addis Ababa. Dan over belastingontwijking. Daar is al veel over gezegd. Het enige wat ik wil zeggen is dat er is een hele discussie. Moeten we nu inspelen op wat er in de OESO gebeurt of moeten we inspelen wat er op de VN gebeurt? De technocraten zeggen OESO is beter, want er zitten de slimme jongens, de mensen die het allemaal kunnen. En die VN, dat is toch maar een rotzooitje, die mensen die praten, dat is een talking shop. Maar als we op de lange termijn kijken, is een multilaterale approach de enige die noodzakelijk belangrijk is. Want als je landen gaat uitsluiten, dan gaat het systeem kapot. En daar hebben we al een aantal voorbeelden van gezien. China trekt zich terug uit de Wereldbank en de IMF. Andere landen ook. Dus als wij niet een duidelijk signaal geven aan de rest van de wereld dat multilateraal belangrijk is, want als we met een eigen clubje beginnen, dan op geen blik gaat het weer spaak lopen. Nu misschien is het wat makkelijker voor de onderhandelingen, maar er moet multilateraal ingezet worden. En dan kom ik tot het derde punt, die schuldenafhandelingsmechanisme. Als je de tekst leest van Financing for Development, staat er een hele zwakke tekst in over het schuldenafhandelingsmechanisme. Maar een schuldenafhandelingsmechanisme is nodig om de huidige verwarrende en vernederende ad hoc oplossingen voor internationale schulden te vermijden. Want er zijn geen internationale afspraken. Als u een bedrijf in Nederland heeft en u gaat failliet, en sommige mensen gaan expres failliet soms, omdat ze dan leuk kunnen profiteren van faillissementrecht, dan zijn daar regels voor. Op internationaal gebied is er geen enkele regel hoe schulden afgehandeld moeten worden.
En daar wordt al heel lang over touw getrokken. En het is heel belangrijk dat dat ook gebeurt. Want als er een beter schuldenafhandelingsmechanisme is, dan kunnen de ontwikkelingslanden beter dat geld besteden in hun eigen uitgaven. En zodoende weer meewerken aan het terugdringen van de inkomensongelijkheid. Zo, wat zijn de conclusies? Ten eerste sterker inzetten op veranderingen van het internationale financiële stelsel. Belasting bij de bron en andere verbetering ten gunste van ontwikkelingslanden, is al veel over gezegd. En een goed functionerend schuldenafschrijvingsmechanisme. En deze maatregelen leveren veel meer op om de fiscale positie van OS-landen te versterken dan bijvoorbeeld een occasionele bijdrage. Minister Ploemen heeft net 50 miljoen toegezegd in een paar Afrikaanse landen. Nou, als je deze bedragen optelt, dan zijn die veel belangrijker. Dus mijn pitch is, investeer heel duidelijk om deze veranderingen te bewerkstelligen in het internationale systeem. Stop er geld in, stop er mensen in en stop er ook politieke draagkracht in. Want dat kon Nederland en ik hoop dat Nederland dat weer kan. Dank u. Dan denk ik voor alle mensen aan hun pitch. Graag een applaus. Ja, dan gaan we naar het laatste gedeelte van deze talkshow. Namelijk het panelgesprek, discussie tussen twee mensen. Minister Ploemen, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En mevrouw Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib. Dan gaan we natuurlijk eerst al die vuile glazen eventjes. Dat kan natuurlijk niet. Dankjewel. Ben ik wel benieuwd wat jullie beiden vonden van de pitches. Om bij u te beginnen, mevrouw Ploemen. Ik vond ze goed. En ik was het ook met heel veel dingen eens. True Price is een geweldig initiatief om iets wat je ideologisch en intuïtief heel goed vindt, ja, om dat ook te vertalen naar prijzen. En dat geeft ook een goede aanknopingspunt om echt dingen te veranderen. Nou, er is heel veel te zeggen over hoe gaan we nou om, hoe hervormen we het globale financiële stelsel, maar ook hoe hervormen we het fiscale stelsel. Ja, ik weet niet of ik dat nu al meteen moet nou, doen. Nou, wacht nog maar. Ik wou gewoon meer weten of u vindt dat meneer Romeijn gelijk heeft en of u wat gaat doen met meneer Van der Hoeven, zijn aanbevelingen. Ja en ja. Nou, dan gaan we het straks over de rest hebben. Mevrouw Karimi, volgens mij zou ik kunnen zeggen dat u de enige directeur bent uit de ontwikkelingssector die het beleid bent geweest uit de ontwikkelingssector die het beleid van mevrouw Ploemen heeft bekritiseerd vanaf het begin en niet vanaf het moment dat de hoogte van de nieuwe subsidie bekend werd. Zou ik dat kunnen zeggen? Nou kijk, in wezen allereerst goedenavond. Oh ja, we willen, dat is goeie echt avond, fantastisch, ja, om jullie allemaal hier te zien. Dus dat moest ik even kwijt. Waarom bestaat Oxfam Novib? Wat is eigenlijk bestaansreden van ons? Bestaansreden van Oxfam Novib is, en ook met ons heel veel andere organisaties, maatschappelijke organisaties, dat wij voor moeten zorgen dat de stem van diegene die in bijvoorbeeld die vrouw die in Mali woont, of die vrouw of jonge meisje die in vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan woont, of die kleine boer in Mozambique, dat die stem vertegenwoordigd is hier in Nederland, in westerse landen, ten opzichte van bijvoorbeeld EU-beleid, ten opzichte van Nederlandse beleid. Dus als ik praat, probeer ik iedere keer echt voor het oog hebben, voor wie praat ik? Dus ik praat niet voor Oxfam Novib als organisatie. Ja. Ik praat voor die mensen. Althans, ja, dat is echt mijn oprechte poging. Dus ik vond het chutzpah, en ik vind het nog steeds een chutzpah, dat een economische crisis, een financiële crisis, veroorzaakt door banken, door financiële sector hier, door rücksichtsloos gedrag van zo'n sector, wordt een financiële crisis veroorzaakt. Wij mensen, alle belastingbetalers, moeten die grote bail-out, die miljarden betalen. Ja. En waar gaat dan deze regering ook nog de rekening presenteren bij alle armsten? Ja. Gaat die bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking? Twee miljard schrappen. En dat, is, dat doet me pijn. En dat ga ik ook zeggen. Dat zeg ik ook, dat heb ik ook al gezegd. Nou, dat is eruit. Jullie zijn er ook nog, hè? Nee, maar
Weet je wat dan? Want ik denk, ik begin een beetje luchtig, maar het wordt meteen... Maar weet je wat ik zo raar vind, mevrouw Ploemen? Die meneer Knaap, hè, die bezuinigde veel minder dan u. Iedereen de straat op. En bij u is er iets anders aan de hand. Is er een verandering in de tijdsgeest? Is het alsof... Wat denkt u daar zelf van? Ik vind dat heel lastig te duiden. Want ik spreek natuurlijk heel veel mensen die wel moeite hebben met die bezuinigingen. Ja. Ik spreek ook mensen die niet begrijpen dat wij überhaupt nog geld aan ontwikkelingslanden geven. Ja, ik bedoel, die balans zit er ook. Dus dat vind ik heel lastig. Ik merk wel, ik heb nu een voorstel gedaan om naast alles wat Nederland doet, extra 50 miljoen te investeren in bedrijvigheid in een aantal landen waar jonge mensen uit vertrekken omdat ze daar geen toekomst zien. En ik merk dat daar wel toch een tamelijk interessant publiek debat over komt. En daar was ik ook wel blij mee, want soms is die oorverdovende stilte doet ook pijn aan mijn oren. Mevrouw de minister, was dat extra? Voor een deel wel, ja. Voor een deel was het dat heb ik niet begrepen. Ja, maar dan heb ik het niet goed uitgelegd. Nou, is dat het beleefde antwoord. We gaan met z'n allen naar Addis, hè? Gaat u beiden? De helft wel en de helft niet. Okay, gaat u trouwens beiden naar Addis? Nou kijk, onderdeel zijn van een internationale organisatie als Oxfam heeft het voordeel dat niet altijd ik vanuit Nederland hoef daar naartoe te gaan. Maar daar gaat iemand voor u. Ja, daar zit al in Addis onze office. Ja. Dat is voor een samenwerking met African Union. Ja. Die mensen zitten er daar. En ik ben ook ontzettend trots dat executive director van Oxfam International, Winnie Byanyama, die is een echt geweldige Oegandese vrouw. Die gaat er ook. Ze pakt me in, maar het gaat niet lukken. Gaat u? Ik doe maar. Ze heeft wel gelijk. Ja, maar ze heeft wel gelijk. Ja. Ja. Oh, ik had het kunnen. Maar u gaat ook? Ja, zeker. En dan komt meneer Dijsselbloem mee? Die zou heel graag mee zijn gegaan, maar zijn agenda laat het echt niet toe. Nou, geen hoongelach uit de zaal, want het is echt zo. Kijk, hij is. Zullen we een e-mailactie starten tegen meneer Dijsselbloem? Mevrouw, we gaan wel een beetje luisteren. Anders word ik boos. Ik wil toch wel dat daarover hebben. Niet zozeer om meneer Dijsselbloem of meneer Rutte of om de anderen. We gaan naar Addis. We hebben net gehoord bedrijvigheid. Checks and balances. Daar wil ik het zo over hebben. Maar wat is het toch met het feit dat het niet bij iedereen de level of urgency heeft? Eventjes niet per se naar Dijsselbloem, maar gewoon generally speaking. Ja, maar ik ben het daar helemaal niet mee eens. Dat vindt u dat dus het van niet? Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik ben, en met mij een heleboel andere mensen, afgelopen half jaar zijn we bezig met onze inzet in Addis. Want de mensen die daarheen gaan, die gaan ook niet op maandagochtend in Addis Ababa bedenken, wat zullen we nu eens even bepleiten. Dus ook in Nederland zijn we daar al een tijd mee bezig. Ik ben er met andere landen mee bezig om initiatieven voor te bereiden die we daar kunnen presenteren. En ja, ik vind helemaal niet dat die sense of urgency er is. En ik vind het ook wel een beetje makkelijk om te zeggen, omdat er dan geen minister van Financiën is, of premier Cameron, die komt er niet, dat daarmee de sense of urgency weg is. Nou, wat ik ermee bedoel is dat vaak worden dit soort conferenties en tops, eventjes los van dat die dan niet heel vaak in Afrika zijn, die worden al in de aanloop daarvan worden die gebruikt voor een minister, voor iemand als u, om te zeggen, ik ga daar dat en dat zeggen. Ja, maar daarom ben ik wij ook hier gaan vanavond. Dat, ja, oké, okay, nou kom dan maar op, want met die bedrijven, kinderarbeid is een issue bijvoorbeeld. Recentelijk ook volgens mij, wat was het, Sarah, Brazilië. U bent daar al een jaar of wat mee bezig met die kwestie. Geef nou eens een aantal voorbeelden van wat u daar nou gaat zeggen over bedrijvigheid en de verplichtingen die we daar tegenover stellen, de checks and balances. Ja. En daarna mag ik vast ook nog wel iets vertellen over belasting, want ik denk dat het wel goed is. Ja, daar komen we daarna op. Nou, Nederland is natuurlijk, omdat wij onze agenda van handel en hulp hebben, vind ik dat wij een extra grote verantwoordelijkheid hebben om na te denken over hoe kunnen bedrijven op een goede manier bijdragen aan ontwikkeling. Trickle-down effecten bestaan niet, dus als aan de top het inkomen hoger wordt, betekent dat niet dat het vanzelfsprekend aan de onderkant terechtkomt. Dat betekent dat Nederland samenwerkt met bedrijven in allerlei samenwerkingsvormen met bedrijven die voldoen aan de eisen die de OESO daaraan stelt. Dat vinden we niet genoeg. We gaan met 13 sectoren gaan we overeenkomsten afsluiten
om te zorgen dat bedrijven in hun hele keten weten wat zich daar afspeelt. Ik geef u 3 voorbeelden die we nu ondernomen hebben en die echt wel nu tot verbeteringen aan het leiden zijn. 1 is ons initiatief om conflictvrije tin uit de tinmijnen in Congo te halen. Daardoor Motorola, Philips, Apple doen daar allemaal aan mee. 2 is ons initiatief om de goudwinning wereldwijd te verbeteren en om te zorgen dat er fair trade goud op de markt komt. Gassan Diamonds heeft gisteren gezegd, al het goud dat wij hier in Nederland verwerken, zal fair trade goud zijn. Ja. 3e voorbeeld is in de mijnbouwsector. We werken met Colombia samen en een aantal grote mijnbouwbedrijven om te zorgen dat de mijnbouwsector in de toekomst duurzaam wordt. Duurzaam betekent fatsoenlijke arbeidsomstandigheden van mensen, voor mensen. Zorgen dat ook de generaties na ons van het delven van grondstoffen nog kunnen profiteren en het niet die natuurlijke hulpbronnen teniet doet. Dat zijn 3 voorbeelden van concrete initiatieven waarvan we hopen dat andere landen zich daarbij zullen aansluiten. Want we kunnen het niet alleen, maar het moet wel iemand het goede voorbeeld geven. Nou, dank u wel. We hebben het zo meteen over de belastingen, maar u wou reageren. Ja, kijk, dit zijn allemaal uitstekende initiatieven. Het is ook heel goed dat dat gebeurt. Ook maatschappelijke organisaties zijn natuurlijk de hele tijd bezig om die bedrijven te bewegen om in hun productieketen te verduurzamen. Dat is geweldig. De vraag is alleen, wat mag je eigenlijk van een overheid meer verwachten? Want ik vind in de hele discussie over de rol van bedrijfsleven, wij veel ons focussen op bedrijfsleven als acteur. Terwijl eigenlijk zou je moeten praten van over markt. Hoe een markt bijvoorbeeld functioneert in een land. Want u kunt niet in alle landen, alle bedrijven afspraak maken. Belangrijk is dat het die overheid in dat land wel kan goede wetgeving hebben, wel kan goede controle uitoefenen op het werk bijvoorbeeld van die bedrijven. En daar heeft natuurlijk de overheid van dat land heel erg baat bij als er van overheid tot overheid in samenwerking plaatsvindt om dat te versterken. En mijn probleem met uw beleid is dat dat eenzijdig gericht is op bedrijfsleven als acteurs. En daarbij gebruikt u ook natuurlijk publieke middelen. Publieke middelen zetten zijn in ten behoeve van bedrijven, werkzaamheden van bedrijven. Waarbij ik denk, eigenlijk dat is hun verantwoordelijkheid. Zij moeten het wel inzien, dat is gewoon hun toekomstige business case. En dat is wat maatschappelijke organisaties doen. Okay. Bijvoorbeeld campagne. Even een korte reactie. Ja, nou kijk, volgens mij doen we alle 2. Want we werken bijvoorbeeld, neem de textielindustrie in Bangladesh. Dat kent iedereen, dus dat kan ik, hoef ik niet nader toe te lichten. Daar werken we inderdaad samen met textielbedrijven, fabrieken, vakbonden, maatschappelijke organisaties. Maar een van de problemen is de overheid in Bangladesh, die inderdaad haar taak, mevrouw Karime heeft gelijk, we zeggen alleen maar hier mevrouw tegen elkaar, maar goed, Farah heeft gelijk, die gewoon haar taak verzaakt. En ook daar investeren wij in. Want feitelijk is het zo dat een goed ondernemingsklimaat, dat betekent rule of law, fatsoenlijke rechtsstaat, die komt ook, en andersom kun je het ook zo zeggen, komt ook ten goede aan de burgers. Dus ik ben het daar gewoon zeer mee eens. Oké, maar dan als ik het dan, want het probleem is met dit, is dat er natuurlijk een aantal zaken door elkaar lopen, op micro en op macro niveau. Maar waar ik net ook op doelde, met we deze conferenties vaak gebruiken om van alles van tevoren te roepen. We hebben een discussie over bootvluchtelingen en migranten in Europa. Meneer Rutte, onze minister-president, zegt dat is een probleem van Afrika. Tegelijkertijd kunnen heel veel producten, laten we bijvoorbeeld voor simpelweg een kip nemen, of van die lekkere kleine banaantjes, die zijn zo lekker, joh, maar die kunnen hier niet binnen, want die zijn weer te kort en allemaal gedoe. Maar ik hoor dus niemand van, joh, we moeten daar nu eens even allemaal afspraken. En ondertussen worden we straks links en rechts om getietipt in Europa. Wat denkt u dat er, zeg maar, op het niveau van, nou ja, bijna continent na continent afspraken gemaakt kunnen worden die op een veel langere termijn kunnen leiden tot handel en minder vluchteling en gezondheid en... Punt van Addis is dat Addis gaat over ons allemaal. Het gaat erover hoe gaan we ervoor zorgen dat in 2030 niemand van minder dan een euro per dag hoeft te leven. Maar het betekent ook dat wij in Nederland onze zaakjes op orde moeten hebben. Dus als we zeggen er moeten evenveel vrouwen als mannen in de politiek vertegenwoordigd zijn, dan geldt dat niet alleen maar
voor Zambia, dan geldt dat ook voor Nederland. Okay. Dus deze agenda die we gaan bespreken in Addis is breder. Maar is het nodig om tussen de Europese Unie en Afrika, de Afrikaanse Unie, afspraken te maken? Meer nog dan we nu al doen, want een aantal van de dingen die belangrijk zijn, die onderhandelen natuurlijk ook al uit. We hebben partnerschapovereenkomsten, handelsovereenkomsten. Maar dat gaat ook gebeuren. En dat bespreken we bijvoorbeeld in het najaar op de EU-Afrika-top. Oké, nou, dan heeft u een punt, want er is inderdaad, het gaat om veel meer dan alleen Afrika en zeker, Europa. Ja, ja. Dat is absoluut waar. Maar ik vind ook dat dan, als er een minister handel en hulp met elkaar wil verbinden, zou ik ook graag van u meer initiatieven willen zien. Over echt die moeilijke onderwerpen waar we al jaren over praten, wat die handel eigenlijk belemmert. Bijvoorbeeld tariefescalatie. De manier waarop die zogenaamde kwalitatieve regels vastgesteld worden. Dat is tekort, de verpakking is zo en dat is anders en die producten komen niet in. En ik mis daar alle die initiatieven gezegd, van uw kant. Maar dan moet ik toch... Mag ik de vraag van de antwoord van de minister horen? Kijk, als minister van Handel en Hulp kan ik een heleboel dingen die ik niet zou kunnen als ik alleen maar de minister van Hulp was. En ik doe een heleboel dingen die elke minister van Handel had moeten doen in het verleden, maar niet gedaan. Nederland heeft, ikzelf heb een rol gespeeld om ervoor te zorgen dat juist de handelsovereenkomsten tussen Europa en Afrika eerlijker worden. Die zijn niet perfect, maar ze zijn absoluut veel beter dan wat er ooit is geweest. Dus ik vind dat een heel goed initiatief. Als het gaat over normen van bijvoorbeeld voedselveiligheid, dat is een ongelooflijk ingewikkeld dilemma. Want we willen in TTIP willen we terecht geen verlaging van standaarden. Ik wil maximale marktoegang voor Afrikaanse landen op de Nederlandse markt. Dat betekent dat als we het niet willen ingeven op kwaliteit, dat we die landen en die industrie in Afrika moeten helpen om te zorgen dat ze aan de kwaliteitsstandaarden kunnen voldoen. En we moeten ervoor zorgen dat die kwaliteitsstandaarden reëel zijn die we opleggen. Ja, nou, en dan wil ik ook nog... Ja, en naar mijn beste eer en geweten, maar het kan altijd beter, naar mijn beste eer en geweten doe ik daar heel veel aan. En zal ik u nog wat vertellen? Ze hebben daar bij Oxfam hun handen ook best wel van die handelsissues afgetrokken, hoor. Daar hoor ik u niet altijd meer over. Nou, dat is niet helemaal waar. Hè? Dus dat is wel zo dat wij goed kijken iedere keer van welke sector is het dan zeker nog belangrijker waar Oxfam voortrekkersrol moet spelen. En dan zijn we een paar jaar geleden tot conclusie gekomen dat bijvoorbeeld financiële sector een sector is. En daarmee kunnen we ook een overstap maken naar het volgende thema. Nee. Financiële sector een sector is die van grote belang is voor ontwikkeling, voor de relaties, internationale relaties. En dat er eigenlijk geen enkele organisatie goed mee bezig was. Ja. En toen zijn, en je kan ook natuurlijk je krachten op een bepaald onderwerp focussen. En zo zijn we begonnen met Amnesty, met FNV en met een aantal andere organisaties samen. En bijvoorbeeld met het initiatief Eerlijke Bankwijze gekomen zijn, waar we dan echt financiële sector hier in Nederland onder de loep hebben genomen. En nu zijn we ook bezig met het internationaliseren van dat initiatief. Dus wat dat betreft, en er zijn andere organisaties die nu gelukkig wel zich ook op handel richten. Dus wij zien ook onze rol als Oxfam echt altijd één stapje voor zijn. Ja. Thema's pakken die eigenlijk die anderen laten liggen. Ik heb begrepen dat jullie alle twee ontzettend graag over de belastingen willen betalen. Het hele interview wordt me overgenomen. Ik raak helemaal in de war. Kennen jullie dat age grade in het Afrikaanse systeem? Je autoriteit wordt ontleend aan je leeftijd. Je kan een pak aan doen, maar dat heeft helemaal geen zin. Eén ding over de private sector nog. Op welke manier kunnen wij als burgers, want dat is ook wat bij mijzelf altijd leeft, die privaat, hoe kunnen we ze ter verantwoording roepen? Ik bedoel, we hebben petities en dan een Facebook-like ding, maar het lijkt wel alsof alleen dat stemmen eens in de zoveel jaar niet genoeg is. Ik vraag me dat af. Wat denkt u daar zelf over? Nou kijk, wat wij doen is bijvoorbeeld heel concreet met campagnes zoals Behind the Brands. Dat is een campagne wat wij hebben richting 10 grootste voedselproducenten wereldwijd. En daar proberen we inderdaad met heel goed volgen waar die bedrijven mee bezig zijn. Die met elkaar vergelijken. Hun activiteiten vergelijken met bijvoorbeeld internationale standaards rond
rondom arbeidsrechten, rondom vrouwenrechten, klimaatissues. Dan kunnen we die dan eigenlijk volgen, in rankingsysteem presenteren. En ook die bevolking, de mensen mobiliseren om die bedrijven aan te spreken. En bedrijven zijn heel erg gevoelig voor. Sinds Unilever nu als beste eruit gekomen is, staat iedere keer in hun persbericht, wij zijn de beste bij Oxfam ranking. Ja, dat dus werkt het, wel. Dat werkt wel. Maar diegenen die niet gevoelig voor zijn, dus er zijn er ook, sommigen zijn ook die hun schouders ophalen. Dan is het wel belangrijk dat de overheid, de overheden, ook gewoon goede wet aan regelgeving hebben. Zodat ze zich niet zo daaraan kunnen onttrekken. Ja. Ik wil het even hebben over inderdaad, wat we zeiden, die stap naar de financiën. Die inclusiviteit waar net over werd gesproken, die G77. Wat vinden jullie van wat daarover is gezegd? Ja, we zeiden net, daar moeten we het over hebben. Daar moeten we het over hebben, dan begon nu maar op, ja. Nou, dan zal ik het even... Ja, prima. Kijk, er is nu een... er is een enorme stap gezet. Namelijk dat niet alleen wij in deze zaal vinden dat het mondiale belastingstelsel hervormd moet worden. Maar dat ook buiten deze zaal en buiten mensen die zich daar al heel lang voor inzetten, dat mag namelijk ook wel eens gezegd worden, is dat besef doorgedrongen. De G20 heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En vergis je niet, in de G20 zit, hè, wij zitten er niet in Nederland, maar Indonesië zit er bijvoorbeeld wel in, India zit er ook in. De G20 heeft daar een belangrijke rol in gespeeld en de OESO speelt daar een belangrijke rol in. Want in de OESO wordt nu besproken, als dat dan moet veranderen, hoe moet dat er nu uitzien? Daarvan zijn twee dingen te zeggen. Je kunt zeggen, nou ja, god, het is de OESO en dus niet iedereen. Dat heb ik ook gezegd en dat betekent dat Nederland er ook voor gezorgd heeft dat een aantal ontwikkelingslanden kan aanschuiven aan die tafel. Is dat nou een duurzame oplossing? Waarschijnlijk niet, maar voor dit moment vind ik wel de meest effectieve, omdat in dat OESO-project wordt echt voortgang gemaakt en worden afspraken gemaakt die we, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn, die we 3 jaar geleden wel hadden gewild, maar niet voor mogelijk hadden gehouden. Dus, dat is een beetje de realiteit van de politiek. Ja, maar ik vind ook, kijk, laat ze dat nou in godsnaam afmaken, want ze zijn op de goede weg. Ja. En ik zou dat proces ook nou niet in de wielen willen rijden. Betekent dat dat als dat OESO-project afgelopen is, dat er dan een groot niks moet ontstaan? Dat denk ik niet. Ja. Hè? Binnen de UN is er ook een comité dat zich daarmee bezighoudt. Dus het lijkt mij wel verstandig om daarover te praten. Maar ik zou het meer gefaseerd zien. Dus eerst dat OESO-project zien af te maken. Dat wordt ook gedragen door de G20. En vervolgens moet er wel een structuur in het globale systeem zijn waarin je gaat spreken. Zijn dit nog de goede afspraken? Ja. Worden ze goed nageleefd? Twee opmerkingen daarover. De ene is Addis Ababa maakt de wereld, zeg maar, met elkaar afspraken voor de komende 15 jaar. Dus dat betekent dat die randvoorwaarden geschapen worden om de komende 15 jaar zo een systeem te hebben, zodat we dan die Sustainable Development Goals kunnen bereiken. En ook die klimaat, hopelijk klimaatafspraken die dan in december komen. Dus het is heel belangrijk om horizon verder te zetten dan alleen maar in korte termijn van nou laten we maar OESO even dat karweitje afmaken. Dus dat is mijn één opmerking. Mijn tweede opmerking is, en dat is eigenlijk bij vorige gesprek hier aan de orde gekomen, dat het eigenlijk een fundamenteel probleem zit in internationaal financieel systeem. In belasting, in het internationale belastingssysteem. En dat is dat die afspraken die gemaakt zijn, die zijn niet op basis van die bronheffing, maar dat is op basis van, nou ja, oké, okay, waar zitten die hoofdkantoren? Diegenen die nu over dat in OESO-verband zitten, die hebben er baat bij. Die hebben er belang bij dat er zoveel mogelijk natuurlijk, zo min mogelijk verandering komt in dat fundament. Ik bedoel, u bent politicus, politica, ik ben politica geweest. Dus het politieke verhaal is dit. Dus dat betekent, als je echt een fundament iets wilt veranderen, dan moet je mensen hebben die belang bij hebben om dat fundament willen veranderen. En daar ook om de tafel zitten en daarover te praten. En daar heb ik dus, Ja, wat dachten jullie? U mag.
En dan wil ik zo meteen ook ruimte voor wat vragen. Ook van onze pitchmensen. Want er is straks is iemand het hier bijvoorbeeld niet met jullie. Ik vond het opvallend. U heeft wel even naar dat Addis Ababa Tax Initiative gaan. Ja. En dan staat er hier. Er zijn plannen. Dit bevat onder meer een paragraaf over het beschikbaar stellen van financiën, zodat ontwikkelingslanden vaker naar internationale vergaderingen kunnen afreizen. Wauw, like, wat zijn ze nu? Nee, maar dus met andere woorden, wat ze zegt, ja. dat is toch maar idioot? Maar luister, ja, kijk, maar Nederland draagt ook niet voor niks bij om ervoor te zorgen dat Afrikaanse landen aan tafel komen. Ik bedoel, dat doen andere landen niet, dat doen wij wel. Feit is dat veel belastingdiensten in ontwikkelingslanden niet de capaciteit hebben, gewoon omdat ze niet genoeg mensen hebben, omdat die mensen niet een hoog genoeg opleiding hebben kunnen genieten, om al die verdragen te doorzien. Dus dat Addis Tax Initiative, wat we daarmee willen, is een initiatief van Nederland, doen een aantal andere landen aan mee. We willen dat er meer geld beschikbaar komt, en ik meek op een verdubbeling, meer geld beschikbaar komt om landen te helpen om hun eigen belastingdienst te versterken. Okay. Want als ze dat niet kunnen, dan zijn ze dus, blijven ze afhankelijk van dat ene land dat zegt, weet je wat, komen jullie er gezellig bij. En als dat ene land er een keer geen zin in heeft, dan komen ze niet. Dus ze moeten dat zelf kunnen. Verder zijn nog twee andere dingen die ik in Addis wil bereiken op dit gebied. Eén is, Nederland heeft samen met een aantal andere landen de oproep gedaan aan landen die donorlanden zijn, om af te zien van de tax exemptions die wij krijgen. Dus wij krijgen een btw-vrijstelling als we investeren in Oeganda. En daarvan hebben wij gezegd, dat is natuurlijk een beetje merkwaardig, want we roepen iedereen op om belasting te betalen, maar doen dat zelf niet. Ja. Ik wil heel graag, we zijn nu met een klein groepje landen, ik wil heel graag dat initiatief ga ik presenteren en ik wil graag dat anderen zich daarbij aansluiten. Derde initiatief. Maar heeft u het gevoel dat dat trouwens gaat lukken? Ja, want nou, er is natuurlijk, de helft is er ik niet. Ik ben een ras optimist, maar hiervan moet ik zeggen. Wordt lastig. Dat wordt absoluut lastig. En want ik heb al een aantal pleidooien voor gehouden, met name in de EU. Polen staat aan onze zijde, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar dan moet ik even een land als het VK bijvoorbeeld. Nee, die bougeren volstrekt niet. Nee, dat is dus jammer. Misschien moet u mailtjes sturen aan. Ja. Het derde initiatief dat ik wel al genomen heb, maar daar willen we nu ook meer medestanders bij krijgen. Dat is dat Nederland als eerste en enige land de belastingverdragen die we hebben met ontwikkelingslanden heronderhandeld. Okay. En ook daarvan vind ik dat andere landen zich daarbij aan zouden moeten sluiten. Wij hebben dat gedaan vooruitlopend op een uitkomst van zo'n OESO-project. Maar ik vind dat een aantal andere landen dat ook zouden moeten doen. Goed. Ik ga het even opgooien, nee, want we hebben nog 10 minuten. En het doet me toch wel pijn om te horen dat dat tweede punt wat zo belangrijk is, dat hem zeg maar niet gaat worden. Althans voorlopig nog niet. En maar we geven ook niet zo snel op, nee, dat weet ik natuurlijk. Nee. Maar de wet gewezen. Ik ga even staan. En als er iemand in het publiek ook is. Bekende. Als eerste. Ja? Ja. Okay. Dank je wel. Ik hoor hier een heel positief verhaal met heel veel perspectief. Er is één aspect dat heel erg buiten het gesprek blijft. We hebben een aantal voorbeelden gezien van initiatief van de overheid, ook van staatssecretaris Wiebes. Maar op een gegeven ogenblik, binnen een maand tijd, is hij iets voorzichtiger geworden. En ik heb niet overal mijn webcams hangen, maar wat buiten het gesprek blijft is de machtsstrijd die hierachter speelt. We hebben het net over de voortrekkersrol van het private sector, hè, in Nederland. Maar ik wijs toch even op die multinationals die hartstikke mooie duurzaamheidsrapporten produceren, waar het hele aspect van belastingontwijking niet genoemd wordt. Ja. Wat veel belangrijker is dan dat kleine tuintje dat je aan hebt. Dan zeg ik dat is iets wat ook te sprake moet komen, want dit is een formeel proces, maar het informeel proces wat veel belangrijker is, hè, waar de overheid beperkte mogelijkheid heeft om een rol te spelen, dat is denk ik waar we met z'n allen... Punt gemaakt. We gaan even door de volgende reactie. Hier even links en dan gaan we de zaal in. Ook beginnen we bij jou en dan zometeen bij u. Hi, mijn naam is Gabi Spits. Ik werk voor Kaleidos Research en ik wilde even terugkomen op die sense of urgency. Ik heb de afgelopen maanden aan een onderzoek gewerkt naar de toekomst van de financiering van ontwikkelingssamenwerking en de rol die Nederland daarbij kan spelen. Ik heb een heleboel mensen die hier in de zaal zitten geïnterviewd. En eigenlijk zei iedereen, die sense of urgency is er niet en die is er vooral niet bij de politiek. Er worden straks afspraken gemaakt voor de komende 15 jaar, ook over het geld van
wat de Nederlandse belastingbetaler betaalt. En in de Kamer is er geen volksvertegenwoordiger die zich er druk over maakt. En nou vroeg ik me af, zowel aan deze, aan minister Ploemen en aan mevrouw Karimi als ex-politica, wat kunnen we daar nou aan doen? Hele heldere vraag, dankjewel. Even een korte reactie en dan, want er zijn nog een paar mensen. Met wie beginnen we? Ja? Ja? Nou kijk, over die belastingontwijking, dat is inderdaad een heel erg belangrijk onderwerp. En ik wil, en het moet mij iets ook echt van het hart. Waarom willen wij minister van Ontwikkelingssamenwerking hebben? We willen dat omdat wij willen, als er in Trevenzaal gesproken wordt over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor en belangen van ontwikkelingslanden raken, dat minister van Ontwikkelingssamenwerking gewoon met vuist op tafel of met glimlach, wat u denkt dat het dan effectief is, daarmee gewoon pleit voor die onderwerpen. En wat wij zien is, u doet uw hartstikke best om bijvoorbeeld belastingdiensten in de landen te ondersteunen. Uitstekend. Maar dat is geen antwoord op het probleem dat wij in Nederland met ons fiscale stelsel gecreëerd hebben. Dat zelfs IMF zegt dat wij een doorsluisland geworden zijn voor multinationals. En daar missen wij die passie, die strijd die wij graag van u zouden willen zien tegen Wiebes of dat gewoon gebeurt. Want als dat niet gebeurt, alles andere is. Maar ja, dat is tegen maar Wiebes en luister eens even. Nou is er voor het eerst een land dat ontwikkelingslanden aanbiedt om oneerlijke belastingverdragen te heronderhandelen. Nou is er voor het eerst een land dat zegt in de recente brief die staatssecretaris Wiebes naar de Kamer heeft gestuurd, dat Nederland de brievenbusmaatschappijen de wereld uit wil hebben. Nou is er voor het eerst een land dat zegt, wij doen afstand van onze eigen belastingvoordelen richting ontwikkelingslanden als het gaat over de investeringen die we daar vanuit de ontwikkelingssamenwerking doen. Dus dat er nog best wel wat te doen is, ben ik zeer met u eens. Maar ik vind het werkelijk echt onzinnig om te beweren dat Nederland op dit punt veel te weinig zou doen. Dat is gewoon niet waar. Oké. Okay. Ik overweeg. Okay, dan mag je ook. Nee, ik overweeg. Kijk, het VK, het Verenigd Koninkrijk, is heel kritisch, ook het maatschappelijk middenveld daar terecht, op allerlei belastingvoordelen die Nederland aan bedrijven zou geven. Het VK beweegt op geen enkele manier in de richting van deze drie initiatieven genomen. Time out. Want jullie wijzen naar elkaar. Volgens mij is dit antwoord gegeven. Volgens mij is het punt wat u maakt een nog veel groter issue. Dat gaat voorbij Nederland. En ik wil van Nederland kan veel meer doen. Ik wil van u het antwoord op een tweede vraag hebben. Ja. Weet u nog wat dat was? Precies. Ja. Kijk, wij zijn heel erg succesvol geweest. Wij mensen alle, dus echt met ontwikkelingsorganisaties, met een actie richting Partij van de Arbeid een paar weken geleden. Mensen alle zijn we in de staat geweest om mensen te mobiliseren, e-mails te sturen aan de heer Samson. Die ooit had beweerd, ja, toen wij met bezuinigingen van ontwikkelingssamenwerking bezig waren, heb ik geen e-mail ontvangen. 7000 mensen hebben e-mails gestuurd. En nu ziet u dat dan ook PvdA in beweging komt. Wij hebben ook een bijeenkomst, of PvdA organiseert een bijeenkomst in volgens mij 21 of 22 juni in de Tweede Kamer. Dat is een mogelijkheid, bijvoorbeeld met één partij die echt internationalisme in, ik zou zeggen, in de genen heeft, om daar de discussie aan te gaan, om deze vragen te stellen. Want ik ben het helemaal met u eens. Ik zie ook dat de Tweede Kamer, onze politici, allemaal naar binnen gekeerd zijn, achter de dijken. Nou, als we het hier goed geregeld hebben, mensen alle aan een beetje ook belastingvoordeel hebben gegeven aan onze eigen burgers, dan komt het wel goed. Dus dat is ook een oproep aan ons allemaal om daar gewoon actiever te worden en onze politici aan te spreken. Heel helder. We hebben nog 3 minuten en er is ruimte nog voor 1 reactie en antwoord. En dan moet ik, helaas, het is dan gewoon voorbij. Sorry. Nou, dan ben ik toch een enorme geluksvogel. Ik ben Simone Filippini en directeur van Cordate. Dat is een van de zusterorganisaties van Oxfam Novib, zeg maar. En waar ik mij eigenlijk echt serieus zorgen over maak, is de enorme kloof tussen papier en werkelijkheid. Want er zijn volgens het nieuwste OESO-DAC-rapport over fragiele staten, zijn er 52 fragiele
staten op dit moment. Dat zijn landen die eigenlijk voor een groot deel dysfunctioneel zijn. En daar is geen oplossing voor, er is geen specifiek beleid voor. Het woord mag niet eens genoemd worden. Fragiliteit, dat wil men niet horen. En ja, ik weet nu al 100% zeker dat dat doel van die nieuwe Sustainable Development Goals niet gehaald gaat worden, omdat er geen specifiek beleid is, geen, ik zeg maar, alomvattend beleid om de problemen daar echt aan te pakken. En dat, daar komen de mensen ook vandaan die op die bootjes de Middellandse Zee opkomen varen. Die problemen moeten worden aangepakt, want die zijn ontzettend disruptive, zeg maar. Er zitten 600 miljoen jonge mensen zonder vooruitzichten te wachten op scholing, arbeid, skills, wat dan ook. En het gaat hem dus niet worden. En hoe gaan we daar nou mee om? Ja, nou, misschien goed. Ik hoor niet bij de men die niet over fragiliteit wil spreken. Even voor alle duidelijkheid. Het zijn juist vaak de landen uit de G77 die om allerlei politieke redenen dat begrip blijkbaar niet op tafel willen hebben. Dat is één. Twee, ik deel ook de zorg dat als je kijkt naar het deel van zeg maar officiële development assistance dat naar fragiele staten gaat, dat dat te weinig blijft. We zien het zelfs een beetje omlaag gaan. In Nederland is het wel omhoog gegaan en ik vind dat we daar ook op moeten blijven inzetten. Wat gelukkig beter is nu in deze agenda voor de wereld dan de Millennium Development Goals, is dat die wel toch politieker is. Dus ik deel wel de zorgen, maar ik ben ook wel wat optimistischer over dat we uiteindelijk de werkelijkheid, want die dringt zich ook gewoon op. Ja, je kunt als politicus wel zeggen, het is er niet, maar het is er gewoon. Dus ik ben wat minder pessimistisch over dat het uiteindelijk het behalen van die doelstellingen in de weg zal staan. Juist omdat inclusiviteit, zorgen dat iedereen mee kan doen, zo prominent op die agenda figureert. En ik zou het veel liever het beestje ook bij de naam willen noemen, net als mevrouw Filippini. Maar als dat nu leidt tot enorm verhitte debatten die uiteindelijk, laten we zeggen, niet tot een oplossing komen, dan zou ik zeggen, nou, dan noemen we het anders, maar doen we wel wat er gedaan moet worden. Goed, mevrouw. Dat is duidelijk, dat is een heldere reactie. Ik ga hier moeten stoppen, want we hebben nog één laatste reactie van u op deze opmerking. Vraag. Ik ben het eens met de beide punten eigenlijk die dan naar voren gebracht zijn. Daarbij hoort wel dat dat dan voor die landen heel erg belangrijk is, dat dat dan hulp overeind blijft. Daar heeft natuurlijk Nederland helaas nu even een slechte trackrecord door het feit dat het dan zeg maar bezuinigd is. Dan is het natuurlijk heel erg belangrijk voor minister om te kunnen, als die in Addis Ababa is, om te kunnen zeggen hoe gaat u dan toch wel voldoen aan die verplichtingen en wanneer zien we dan dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland omhoog gaat. Want dat is wel een heel belangrijke boodschap die u daar moet brengen. Nou, mevrouw Karimi, dat kan ik u nu alvast vertellen. Voorlopig dat gaat ze niet doen? Nou, ze zal wel willen, maar dat weet niet. Kijk, het is heel simpel. Ik hoef maar twee dingen te zeggen. U weet dat. Eén is dat er afspraken gemaakt zijn deze regeerperiode. En twee, u kent ook het verkiezingsprogramma van de partij waartoe ik graag behoor. Ja, en dat is van Samson. Zullen we het maar niet meer over hebben? Nee. Maar ook een beetje verdrietig van. Dan word ik verdrietig van. Misschien nog één ding, want het is, het is wel belangrijk denk ik om vast te stellen dat Europa naar Addis gaat met een hercommittering van die 0,7. Nederland heeft die consensus zien ontstaan. Maar dat was absoluut geen gelopen race. Ik denk dat en dat ook liepen, wel goed ja, is om en dat ze liepen ook niet voorop. Goed, ik wil jullie alle twee eerst. Ja, maar weet je wat, ik vind het wel heel sportief, want ik doe altijd zo kinderachtig. En geef ze een applaus. Dat alles. Ik zou nog heel even jullie aandacht willen, want ik zie een paar mensen, maar kom maar op met dat biertje, maak een kaschiet op. Ik weet het, ik zou jullie willen bedanken, ook al mijn gasten, voor het komen bij mijn eerste talkshow in deze vorm, die zo lang duurde met zoveel moeilijke onderwerpen en 34 kaartjes. Maar vooral de mensen van Vice Versa, en ik wil daarom ook even de aandacht voor de hoofdredacteur. Zijn naam is Mark Broeren.
Dankjewel, Andrew. Dankjewel. Doet hij het? Aan mij nog even de eer en het voorrecht om een aantal mensen te bedanken voor vanavond. Allereerst natuurlijk de gasten, de minister Farah Karimi en de andere gasten ook. We stellen het zeer op prijs dat jullie hier gekomen zijn voor dit debat. Natuurlijk jullie allemaal als aanwezig ook. We waren heel blij ook dat er zo'n massale belangstelling voor was. En toen ik ook op Facebook van vice versa zette dat het uitverkocht was, het debat, kreeg ik een reactie van een collega-journalist die geëmigreerd is naar Argentinië. En die schreef, nou dit is nou een beetje wat ik mis hier in Argentinië, naast patat en de kroketten, dit soort debatcultuur die we hier in Nederland hebben. En ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat ontwikkelingssamenwerking ook in het openbaar en in het publieke domein bediscussieerd kan blijven worden. Dus ik hoop ook dat dit de eerste reeks is van een aantal meer debatten hierover. Ik wil een aantal mensen bedanken voordat ik nog even heel kort vooruitblik op wat er de komende weken nog gaat gebeuren op de vice versa website. In het bijzonder wil ik natuurlijk Oxfam NoVib bedanken dat we deze week dit debat hebben kunnen voeren op onze website. En ik denk ook dat het heel goed is, want ontwikkelingsorganisaties zijn natuurlijk heel erg bezig, ook intern door de bezuinigingen, door reorganisaties. Ik vind het ook heel goed dat, terwijl dat traject ook speelt, toch ook Oxfam NoVib naar buiten blijft kijken en ook aandacht en investeert in een debat als dit. En ik hoop ook dat andere organisaties dat zullen doen. In het bijzonder wil ik bij Oxfam NoVib Judith Fischer, ze zit daar, Karin de Bie en mijn ex-collega bij Lokaal Mondiaal Stefan Verwe bedanken. Ja. Ik geloof zelf ook heel erg in dit soort samenwerkingsverbanden eigenlijk tussen een NGO en een mediaplatform als vice versa, waar je eigenlijk allebei vanuit je eigen expertise dit soort onderwerpen verdiept en aan de orde stelt. Ik denk zelf dat dat een enorme meerwaarde oplevert. Dan wil ik mijn eigen collega's bedanken bij vice versa die aan dit project hebben gewerkt. In eerste plaats Eline en Mieke en Litwin die speciaal voor dit project zijn aangesteld. Ze zitten daar. En dan wil ik ook even heel bijzonder aandacht voor onze stagiaires vragen. Namelijk Anne, Jolien en Florien. Mensen denken vaak bij vice versa dat er een heel team van mensen achter zit. Maar we zijn eigenlijk maar met z'n tweeën, Selma en ik. En soms aangevuld met wat tijdelijke krachten. Maar vooral ook de stagiaires die echt de ruggengraat zijn van vice versa. En dan echt tot slot wil ik één iemand vragen om even naar voren te komen. Dat is mijn collega Selma Zijlstra. Die wil ik even apart in het zonnetje zetten. Kom aan. Ik zei net dat we eigenlijk maar met z'n tweeën zijn met vice versa. Maar eigenlijk zijn we met z'n elfen, want Selma telt toch wel een beetje voor 10, denk ik. En Selma is een echte wereldburger in die zin dat ze geen grenzen kent. En vooral de eigen grenzen niet. En echt de afgelopen weken echt ontzettend hard... Ze heeft alles wat ik net heeft zij opgeschreven. Echt waar, serieus. Ja. En ik weet niet of jullie vanochtend de vice versa website hebben gelezen. Soms een interview met top-econoom Zweden van Wijnbergen. Die over de minister zei dat de minister volgens hem een slecht geweten afkoopt. Ik kan niet oordelen of dat waar is natuurlijk. Maar ik ga in ieder geval nu wel mijn slechte geweten afkopen dan Selma. Want we hebben nog een cadeautje voor Selma om haar te bedanken. Ook omdat ze gewoon iedere nacht of avond en weekend, Pinksterweekend, Hemelvaartsweekend bezig is geweest aan dit project. Hier is een cadeautje waar je een lang weekend met een bed and breakfast met z'n tweeën met je vriend naartoe kan gaan en om een beetje bij te komen van deze inspanning allemaal. Ja. Nou, en nou... helemaal tot slot. We hebben het live debat nu gehad, maar we zijn nog niet klaar met deze Racing the Game discussie. Op de website discussiëren we deze week nog verder met het thema hulp. Met onder andere nog een hele interessante bijdrage van het Overseas Development Institute. Volgende week staat helemaal in het teken nog van klimaatfinanciering. Daar komen ook weer allemaal interessante stukken aan. En natuurlijk zullen we ook, als het kan, de top in alles zelf gaan volgen en daar verslag van doen. Na de zomer hopen we met vice versa ook nog richting de VN-top in New York en de klimaatconferentie in Parijs dergelijke journalistieke projecten van de grond te tillen. We hebben nog een cadeautje voor de gasten ook tot slot. Dat is een pakje chocola, niet zomaar chocola. Dat is van een Nederlandse ondernemer die een chocoladefabriek, een lokale chocoladefabriek in Nicaragua heeft. Daar ooit de eerste Business and Development Challenge van heeft gewonnen in 2004. En hij heeft nou ook een winkeltje in Nederland. Dus het is gemaakt door lokale mensen in Matagalpa en Nicaragua. En dit was het verder voor vanavond. De bar hierboven in de balie is open. Dus als jullie nog zin hebben en een drankje en nog behoefte hebben om even na te praten, dan is iedereen zo nog van harte welkom boven. Dank u wel. Ja, dank u wel. Jij hebt het wel.